Als ik nu zou streamen op Twitch ja. en, en ik zou in Nederlands gaan praten, zou ja. niemand er wat van begrijpen. Nee, nee, precies. Dus, <laughs> ja. dus ja, dit dus, uh, wordt de allereerste keer dat ik in Nederlands praat ja. op een video. Maar hopelijk is er ondertiteling bij, dus dan, dan komt ja. het goed. Ja. Maar hoe gaat hij uh, vandaag? Ja, best prima eigenlijk. Uh, ja, ik kom net van werk. Mm -hmm. Dus, uh, maar vol dagje gehad. Veel ja. gedaan. toch getraind vandaag? Nee, nee, nee. Gisteren al getraind en dat ging best wel goed. Mm -hmm. ja. Hoeveel train jij eigenlijk nu per week ongeveer? Ik train uh, zo'n uh, acht tot uh, zes uur in de week. Oké. Okay. Ja. En hoe ho ho lang ben je nu bezig met de combinatie van zwemmen en werk of studie? Um. Um, nou, ik uh, studeer nu al drie jaar. Mm Het -hmm. is nu dat ik stage loop bij Orangefit. Toevallig mm -hmm. aan. En dat gaat heel goed. Leuk, uh, leuke collega's, leuk werk ik doe dan uh, productinnovaties. Uh, dus ik, uh, is een bedrijf dat uh, zich specialiseert in uh, proteïne mm -hmm. uh, shakes. Maar ook in uh, maaltijdshakes. En dan allemaal plantaardig. Mm -hmm. En daar ben ik productontwikkelaar voor. En dan ben ik nieuwe dingen aan het bedenken. En uh, daar hou ik eigenlijk een beetje mee bezig. En hoe, hoe begin je eigenlijk als je iets, nieuw, iets nieuws moet bedenken voor, voor een shake? Waar, waar begin je dan? Uh, ja, je moet natuurlijk eerst kijken naar de markt. Mm -hmm. Dus uh, waar, waar is de vraag in de markt? Hoe zit het in elkaar? Dat kan je doen door verschillende manieren. Je kan uh, mensen gaan ondervragen, je kan uh, zelf uh, dingen ondervinden. Um, daarna ga je natuurlijk die, die data ga je ondernemen en dan ga je kijken wat voor concepten zouden erbij passen. Mm -hmm. Uh, misschien zijn er bepaalde smaken die, uh, die nu op de markt zitten. die nog niet in de proteïne voorkomen. Of uh, misschien kun je de proteïne op een andere manier gebruiken. Uh, mm -hmm. Nou ja, er zijn heel veel verschillende manieren waar je over kan denken. En uh, daar ga je een beetje naar zoeken. Kijk, dit is dan ook meer specifiek over proteïne. Maar ja, misschien kun je wel weer proteïne uit een andere bron halen. dan, uh, dan ertsen wat we nu doen. Dus uh, je. je het is heel innovatie, is natuurlijk heel breed. Je kan mm -hmm. heel veel verschillende dingen in uh, iets innoveren. Mm -hmm. En, um, maar het idee is vooral dat je continu moet brainstormen, nieuwe dingen moet bedenken. En daarna ga je kijken: van oké, okay, dit is een chill idee. Dan ga je concept ontwikkelen. En, uh, zo stap voor stap ga je, ja, kom je steeds bij, dichter bij het doel. Maar zo'n heel mm -hmm. proces, dat duurt best wel lang. Mm -hmm. Het is dus vooral proteïne waar je, waar je, waar je mee bezig bent kijken uit wat voor een grondstof je proteïne of wat voor een productie je proteïne kan halen, wat nog niet tot nu toe geprobeerd is? Of? Uh, nou ja, dat kan het zijn. Ik uh, ben dan productontwikkelaar, dus het hoeft niet eens op uh, proteïne te zijn. Mm. Dus, uh, we, het is natuurlijk een proteïnebedrijf, maar uh, we verkopen ook andere dingen. Mm. Dus we verkopen ook repen en dus, uh, essentials. Mm. Dus in dat opzicht uh, ben ik heel breed aan het kijken. Ja. En nu zijn we weer met andere producten bezig. Maar daar kan ik niet zoveel over vertellen, nee. want het is dan allemaal weer eigenlijk geheim. Ja, natuurlijk. Uh, 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 <laughs> voor de markt, ja precies. Hoe, hoe, hoe ben je erbij gekomen, Orange Fit? Oh, gewoon heel, uh, zoeken. zoeken. En uh, zelf ben ik ook vegan geworden. Dus mm -hmm. toen uh, ging ik ook kijken van, hé, hey, uh, wat zijn er voor bedrijven die en sportief bezig zijn... en die mm -hmm. ook uh, bezig zijn ook met een duurzamer uh, leven. Mm -hmm. En ja, toen ben ik bij Orange Fit terechtgekomen. En uh, daar zit ik nu uh, voor een periode. Weet ze ook dat je Tweede van de Wereld staat nu? Uh, ja, ja, dat weten ze allemaal. Uh, het is natuurlijk best wel uh, grappig eigenlijk dat je, uh, dat je ook Tweede van de Wereld staat, maar toch nog moet werken. Ja. Maar uh, dat hoort <laughs> erbij uh, bij de dus zwemwereld. Ja. Ja. Is dat iets wat je, wat je ooit had gedacht dat, het, dat je dat kon bereiken? Eerste, Tweede van de Wereld. En dan nee. gewoon dagelijks leven nee. Gewoon, uh, studeren? En... Nee, kijk, je begint uh, iets, te, uh, iets te ambiëren toen je jong was. Kijk, uh, toen ik jong was, was ik al heel fan van zwemmen. Dan mm -hmm. was, uh, was ik al Friese kampioen geworden. Ik deed ook allemaal andere sporten: zwemmen, tennis, hockey, paardrijden, golf, van alles. Mm -hmm. En uh, ja, dan begin je een beetje in te groeien. En dan uh, denk je: van... hé, hey, is zwemmen is wel een topsport. Echt wel een leuke sport. Ook omdat je daar goed in begint te presteren. En dan, dan, dan gaat er een belletje rinken, en dan denk ik: Ik wil het meer gaan doen. Maar uh, ja, toen had ik een ongeluk. Mm -hmm. En toen zag ik dat ik gewoon weer op nul moest beginnen. Mm -hmm. En toen merkte ik gewoon dat ik uh, door mijn ongeluk gewoon het, uh, het gehandicapte jongetje was van de klas. Mm -hmm. En ik vond dat zelf uh, hele geen, helemaal geen leuke naam, naamkaartje. Dus ik, uh, ja, ik dacht van hoe kan ik nou weer voor zorgen dat ik toch weer uh, niet meer het gehandicapte jongetje ben van de klas, maar mm. iets anders. En toen ben ik weer gaan sporten. Toen mm. vond ik mijn sport eerst door revalideren en later door uh, dat ik meer uh, zag dat ik het ook nog best prima kon, nog steeds, ondanks mm. een handicap. En toen zag ik van hé, hey, weet je, dit is iets wat ik verder kan doen. Het is iets wat ik meer kan doen. En dit is wel echt een passie wat goed bij me past. En toen begon ik ook al Frieskampioen werd ik. En dat was echt heel gek, want je moet je voorstellen dat je gewoon tussen de, de valide zwemmers mm -hmm. in één keer een, een gehandicapte persoon ziet lopen met één been en die daardoor gewoon uh, een medaille pakt. Mm -hmm. Dus op dat moment had ik wel een beetje een, uh, in één keer een keerpunt. Ik dacht van, hé, hey, dit is wel vet. Mm -hmm. Dit kan ik. En dit wil ik meer gaan doen. En toen werd ik al een beetje gezien als een, als een zwemmer. In plaats van als een gehandicapte persoon op school. En dat vond ik zelf wel een fijn ja. gevoel. Ja, want je mist dus een deel van je onderbeen. Yes. Ja. ja. Dat heb ik uh, door een ongeluk, buiten ongeluk gehad. Mm -hmm. Wil ik oké, de ongeluk vertellen? Of, uh, nou ja, ik weet niet uh, <laughs> in hoeverre je, je erop in wil gaan. Ik, 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 moet, ik, ik moet zeggen dat ik. Um, het gaaf is: is, is wij, wij zijn eigenlijk, volgens mij, zijn we allebei van hetzelfde levensjaar met zwemmen. Ja. Je bent ook 97. Het yes, ja, yes, dus, beste. Ja. Dus, dus ja, best jaar. Ja, zeker. Ja. <laughs> maar uh, ik ben nog altijd, voor, 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 vooral toen ik uh, nationaal niveau ging zwemmen. Mm -hmm. Want toen, toen was het niet meer kring, want ik zou altijd ik zat altijd in Amsterdam. Jij ze altijd Friesland. Het ja, is um, toch wel een verschil achter. Het is toch wel een groot verschil in principe. Maar uh, wel lachen. Ja. <laughs> <laughs> het het lekker was, was alles zo dichtbij. Op een gegeven moment ging er één keer. Het was zo ver weg en ik in het draad. Weet je ja. nog? Nee, uh, Zeeland, 2013 of zo. Dus ja, 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 dat was ook een ja, ja, Maar dat was wel de moeite waard. Door dat je dat soort wedstrijden hebt, zie je gewoon meer van Nederland. Als ja. op zich gewoon ja. weer lachen. Ja, dat, dat, dat was ook wel leuk steeds. Gewoon goed dat ik je ergens anders zitten. Mm -hmm. Maar ik ben er heel goed zo. De, 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 de eerste keren de, 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 dat ik jou zag zwemmen. Um, volgens mij een paar keer zelf meestal zonder andere series. Ja. ja. Je, je, je zong gewoon alles mee. En dat vond ik gewoon zo fucking vet. Ja, thanks was, man. Dat thanks, thanks. was het gewoon zo van, uh, ja, je je, je je had soms had je had je uh, paralympische zwemmers of ja, invalide zwemmers die moesten dan de serie de serie voor of de serie na. Ja. ja. En uh, jij stond daar gewoon altijd. Was het was het ook iets wat jij waar je wat een beetje. Uh, Drijven. Je drive was ja. Ja, het was uh, onbe onbewust. Ik denk, uh, tuurlijk is de Paralympische sport in Nederland, is die mm -hmm. nog niet zo groot. Dus dan ga je andere concurrenten zoeken. Mm -hmm. En mijn andere concurrenten waren juist de valide personen. Mm -hmm. En dat, dat, dat maakte mij weer dat heel sterk. En dan dacht ik van, hé hey, dat is vet. Dat wil ik, uh, wil ik doen. En uh, daar wil ik van winnen. Mm -hmm. En ik merkte dat ik toch daardoor anders was dan andere sporters. Mm -hmm. geen ik heb de sporters vooral. En dat, dat dacht ik van, hé hey, dat zo maak ik toch weer dat ik toch weer... Uh, ja, op, op een andere manier worden gezien. En uh, dat vond ik zelf heel vet. Mm -hmm. ja. Want, want had, je al, had je al voor. Want je, je begon met heel veel verschillende sporten. in het begin. waar ja, zwemmen nog van was. Ja. wanneer besloot je dat zwemmen jouw ding was? Ja, natuurlijk. voor mijn ongeluk deed ik al heel veel dingen. Mm -hmm. toen na mijn ongeluk. Uh, kwam ik erachter dat eigenlijk zwemmen het enige sport is die ik vrij makkelijk kan doen met mijn handicap, mm -hmm. doordat ik geen uh, prothese aan hoef mm -hmm. en dat geen prothese aan meer hoef te doen, dat was voor mij gewoon key. Ik vond het zo fijn, gewoon dat vrije gevoel, dat niet meer uh, iets vastzit aan je en uh, dat je gewoon je energie kon uiten. Mm -hmm. Op zo'n niveau dat je niet uh, continu wordt belast door je prothese. Mm -hmm. en dat vond ik zo'n fijn gevoel en dan dacht ik van, hé, hey, dit wil ik, uh, dit is echt een sport voor mij. Daarnaast dat ik ook nog daarna ook best wel prima goed kon zwemmen. Mm -hmm. Dus toen uh, dacht ik, nou, dit, is gewoon, uh, dit kan gewoon, gewoon makkelijk samen en dat is heel fijn. Ja. Dus, maar laten we, we even... Naar je ongeluk gaan voor ja, de mensen die, die thuis niet, niet weten <laughs> <Nee>. <laughs> ja maar, um, wanneer was het, wanneer was het, wanneer was het gebeurd kijk ik was uh, elf jaar mm. op dat moment um, ik deed ook nu toen heel veel aan paardrijden mm. um, ik kwam net toen in de avond net terug van paardrijles en uh, alles stond nog open het hek, het bord en ik liep met het paard, liep ik uh, het huis of ja, de stallen in. En ik zat een beetje met het halsje te sweepen. Mm -hmm. um, toen ik met het hals aan het zwiepen was, uh, ging het om mijn been heen. Het zat vast. En op dat moment uh, trok het paard net het hoofd omhoog. Dus het hals werd aangetrokken en mijn been werd toen meegenomen. Het zat daar vast aan. Uh, ik had uh, disbalans en ik uh, viel achterover. Het was een enorme mm -hmm. klap. En het paard schrok daarvan. En doordat het paard schrok, sloeg hij op hol. En uh, ging hij er vandoor. Uiteindelijk stond alles nog open. Dus heeft hij uiteindelijk, uh, ging hij uit het poort naar het schelpenpad... En heeft hij mij uh, 3,5 kilometer meegesleurd. Uiteindelijk naar een meer. En in het meer ging het paard steeds dieper en dieper het water in. En uiteindelijk zagen mensen dat. En, ja, ik was aan het schreeuwen en ik, uh, ik, ik, ik wou dat het paard stopte, maar mm. het ging maar door. En uiteindelijk zagen mensen mij en konden mensen mij redden. Die hebben het touw losgesneden. Mm -hmm. Die hebben mij uit het water gehaald. En die hebben mij daardoor weer naar het ziekenhuis gebracht. Shit. Ja. Ongelooflijk. 3,5 drie, drie kilometer zei? Je? Ja, en het, uh, het, het, het moeilijke was vooral dat. Ja, je zit gewoon vast. Je, je, je kan je lichaam nauwelijks omhoog houden. Mm -hmm. Want alles is kapot aan het ja. gaan achter op je rug. Mm -hmm. en, ja, en uiteindelijk werd ik dus ook meegenomen in het water. Waardoor ik ook niet kon. Eigenlijk blij was dat ik kon zwemmen. Mm -hmm. En dat ik uiteindelijk uh, door mijn slagen boven water kon blijven. Maar ik dacht uiteindelijk, weet je, het, het, hoe het went of keert, het kon altijd erger aflopen. Mm -hmm. En ik was blij dat het, dat het niet zo erg was afgelopen, dat ik uh, er nog erger aan toe was. Dus ik, je kan natuurlijk van twee kanten kan het bekijken, mm -hmm. en van twee van verschillende mindsets. En ik dacht van, hé, hey, dat is hoe je het kan zien. Maar ik was, was ook gewoon blij dat, het, ja, dat ik nu gewoon alleen maar onderbenen heb, niks meer, mm -hmm. niks minder. En daar dan gewoon nog de dingen kan doen die ja. ik uh, daarvoor ook kon. Toch, to, toch, toch vind ik dat wel heel bijzonder om het zo te zeggen. Ik, ik, ik weet niet of je daar, hoe lang je die mentaliteit hebt gehad. Maar als, ja. je, als, je, als, je, als je naar dingen gaat van de erge dingen ja, die je kan ja. meemaken. 3,5 kilometer worden meegestuurd door een paard. is dus, uh, Ja, dus je Is, dus is dus zit, zeker. Zit, zit er niet tussen. Is, is je zit niet laag of, oh, dat Nee, <laughs> Zeker waar. Maar ja, toch moet je. Uh, toch, toch ga je zelf niet denken ik ga niet mokken tot mijn tachtigste. Nee. Want dan kom ik ook niet ver mee. Mm -hmm. En ja, je moet toch keuzes maken. En ik was vrij snel gewoon iemand die dacht van hé, hey, ik wil eigenlijk nog weer uh, doorgaan met de dingen die ik ook deed. Mm -hmm. En natuurlijk ging dat niet altijd met uh, dat ging echt wel met ups en downs. Maar mm -hmm. gelukkig had ik een hele sterke familie die achter me stond en die me daar ook gewoon in steunde. Om als het ware steeds positief te gaan denken. En uh, met die mindset als het ware door te blijven gaan. Mm -hmm. En door, dat, uh, door de hele tijd dat te horen en door die manier te van denken, heb ik daardoor ook gewoon, ja, gewoon een stuk meer uh, progressie kunnen krijgen. En mm -hmm. daardoor ook uh, verschillende dingen kunnen overwinnen. Ja. Ja. Maar hoe, hoe, hoe is dat om in je op te moeten nemen als je. Ik, 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 ik neem aan dat je op een gegeven moment. Ja, Weer wakker wordt omdat je, het, het lijkt me iets waar je op een gegeven moment van pijn zit of zo even wegzakt en dan moet je wakker worden en dan moet je de realiteit te, te ogen komen dat je ja, dat leven niet meer zo, zo, zo wordt zoals het was. Ja. Hoe, 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 hoe ga je daarmee om met, 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 met vooruitzicht van ja, dat je, dat, je, dat je deel van je been verliest, dat je weer moet revalideren en wie weet of je ooit terugkomt op het niveau waar je stond met zwemmen? Ja, dat is natuurlijk heel gek. Dat je, uh, precies wat je zegt, je wordt zwakker. Dus je mm -hmm. hebt iets minder. Maar je weet niet uh, wat er aan de hand is. Mm -hmm. Maar dat is iets wat, doordat je heel veel morfine en heel veel drugs in je lichaam hebt, kom je er langzaam pas achter. En doordat je er langzaam pas achter komt, uh, is de mindere impact in één keer. Mm -hmm. Later echt, als je in het ziekenhuis bent of ben je in het te revalideren, dan denk je, dan realiseer je pas echt van, hey shit, wat ben ik nu allemaal aan het doen? Waarom uh, doen we dit? En. Uh, hoe lang gaat het duren om weer uh, te kunnen lopen? Mm -hmm. Maar um, ja, die, 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 die gedachte die gaat heel langzaam. Dan krijg ja. je die steeds meer. Uh, dus, niet, dus niet dat je papsboom wakker wordt en denkt: nee. hé, uh, hoe moet ik hiermee verder? Maar ja, dat gaat langzamerhand. Maar ja, gelukkig, had je Kiki clowns of uh, hoe het yeah. ook weer, uh, die je uh, een beetje <laughs> opvrolijkt uh, tijdens, uh, tijdens de revalidatie en ziek uh, in het ziekenhuis. Maar, vond ik zelf niet, maar. Nee. <laughs> maar daar hoort het wel bij. Ja, ja, ja. Nee, ik, uh, ik, 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 ik. heb ook wel een paar keer klinie kliniek thuis meegemaakt. Het ja. is een mooi beroep, mooi dat mensen het doen. Maar ja. Wij, ja, weet je, als kind. Uh, ja, er, je uh, zit er vol uh, ellende en dan komt er nog ja. iemand in die probeert er nog een beetje op te vrolijken. Nou, uh, ik dacht echt van, wat is dit nou weer? <laughs> <laughs> ja, het uh, Er is altijd zo van. Uh, dus, uh, als je als kind in het ziekenhuis ligt en dat je, uh, dat je uh, het gevoel dat het beter gaat, op het moment dat je dan uh, Spider-Man of uh, Batman er binnen ziet komen, of wordt gevraagd van oh ja is je favoriet acteur, ja. Ja, dan, uh, dan weet je dat het niet goed is. Nee, precies. Ze dus zit met hele andere dingen bezig. Ja, ze zeg dan, uh, ja. Ja, ik net, uh, het is wel, wel tof dat ze het doen hoor. Heel tof. Mm -hmm. Maar uh, nee, kan, ja. uh, sommige mensen die kunnen denk beter, uh, ja, kan het beter hebben dan ik. Ja. Maar hoe lang. Hoe lang heb je moeten revalideren vanaf het moment dat je in ziekenhuis komt? Hoe lang duurde het, duurde het voordat je weer kon zwemmen, kon staan, kon lopen, gewoon weer een beetje normaal kon leven? Ja, daar ben ik dus een jaar mee bezig geweest. Mm -hmm. Om, uh, om van, van scratch weer eigenlijk te beginnen. Mm -hmm. En ja, dat gaat stap voor stap. Dat gaat echt uh, heel langzaam. Mm -hmm. um, ja, en uh, je, je, je krijgt natuurlijk heel veel dingen mee. En je moet echt in een revalidatiecentrum zitten. Dus je zit niet meer thuis. Nee. Dus, uh, en dat is best wel raar als elfjarig jongetje. Dat je mm -hmm. gewoon weer, uh, dat je echt gewoon bij een andere. Uh, an ja, in een revalidatiecentrum gewoon permanent zit. Een nee. andere klas krijgt. En uh, ja, dat is heel anders. Wat uh, gebeurde tijdens een vakantie? Of was het gewoon door een gewone schoolweek, lesweek heen? Dat is gewoon door school. Dat was uh, net voor de zomervakantie, eigenlijk. Zo, dus het was de, de ene dag zit je op school en de andere dag... Batspoem in het ziekenhuis. Ja, ja, ja. Ja, het is, uh, het is niet het leukste verhaal. <laughs> <laughs> ja, maar ja, dat uh, hoort er ook bij. Ja, dus... Jeetje man, dat <laughs> is... iets is wat. Ja. Maar de, wat ik al zei, je, je leert er uiteindelijk ook mee leven. Mm -hmm. Ik stap nu altijd met goede benen uit bed. Mm -hmm. <laughs> dus dat is altijd wel <laughs> al positief. <laughs> maar, toen je, toen je dus te horen kreeg... Ik, ik neem aan dat ze je op een gegeven moment bij je bed moet komen, tenzij je het al zelf gemerkt hebt. Dat ze zeggen van, hé, hey, het is niet meer te redden, we moeten het eraf halen, of het is eraf. Um, mm. daar ze, we, 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 hoe werd dat eigenlijk verteld aan je? Ja, de, zoiets uh, kun je, kunnen ze niet vertellen. Nee. Dus uh, jij ligt onder narcose. Mm -hmm. Ik was echt ver, ver heen. Mm -hmm. En om, om dat soort redenen en dat soort acties, daar kunnen ze niet even je wakker maken nee. en zeggen: We halen hem nu eraf. Dat, uh, dat zijn acties die je mm -hmm. meteen de dokter doet. Mm -hmm. En uh, ja, daar heb ik niks over te zeggen. Mm -hmm. um, nu weet ik wel dat de dokter het wel op de verkeerde manier heeft gedaan. Dus die. Uh, die heeft als het ware um, een. Uh, die wou mijn been redden. Mm -hmm. En die heeft daardoor de bovenader heeft die getransporteerd naar de onderkant van mijn mm -hmm. been. Alleen. Um, dat. Uh, dat sla sloeg niet goed aan. En uh, al het bloed bleef. Uh, daar doorstromen. Alleen er zat dan ook nog heel veel infecties zaten Daardoor dat ik natuurlijk uh, buiten was mm -hmm. en door de modder ben meegesleurd. En die infecties, die kregen ook meer bloed. En die begonnen ook meer te groeien. En daardoor ging die infectie steeds hoger. Mm -hmm. Steeds meer naar de bovenkant van mijn been. En zodanig dat uiteindelijk uh, ze het moesten amputeren. Mm -hmm. Alleen ze konden het niet amputeren, want ze hadden allemaal pijnstitters gegeven en het bloedtransport was ook via mijn linker onderbeen. Heel erg. Dus als ze het zou amputeren, dan zouden ze heel veel bloedverlies zou ik krijgen. En waarschijnlijk zou ik dan overlijden. Dus moesten ze wachten en wachten. Maar die infectie die ging steeds meer omhoog. Steeds meer omhoog. Dus uiteindelijk, net voor de knie konden ze nog amputeren. En daardoor heb ik gewoon een heel stuk minder dan dat ik eerst zou kunnen hebben. En dat is gewoon een, een, een net een verkeerde actie geweest. Uh, waardoor ik nu al. Uh, de last van heb. Want je hebt nu minder oppervlakte om op te lopen. Ja. En dat, dat, dat heeft een gevolg voor dat je minder uh, fijn kan lopen. En, ja, dus actiereactie. En, ja. Uh, maar ja, je moet iets doen. En je, uh, het is natuurlijk met een goede gedachte. Je wil ja. het been redden. Maar uh, dat was toch net niet de goede actie geweest. Wanneer, wanneer ja. kwam je erachter dat het. dat het de foute procedure eigenlijk was geweest? Ja, ja, je, je moeder die, die vertelt het dan, uh, mijn ouders vertellen het dan langzaam. En. Uh, dat wist ze toen dus al eigenlijk. Ik, ja, ik was elf jaar, dus jij weet niet zo snel hoe dat nee. zit met dokters. En. Ja. Um, dus ik had later, pas toen ik dertien was, volgens mij meer gehoord van hoe dat precies zat. Toen dacht ik ook: van, hé, hey, waarom is het nou zo op deze manier gegaan? Daar sta je wel versteld van hoor. De. Mm -hmm. de, de, de hoe het gaat soms met de ziekenhuizen. Want uh, bij mij was het ook zo dat mijn bot bleef doorgroeien. Mm -hmm. Dus dat wil zeggen dat als het ware dat je een bot die denkt van hé, hey, er zit nog een ander bot. Mm -hmm. Dat is normaal gesproken bij uh, als je iets kapot hebt of gekneusd ja. hebt, dan gaat die door blijven groeien. Maar er was geen bot. Ja. Dus, uh, dus hij dacht van hé, hey, uh, ik blijf gewoon doorgaan, door het ja. groeien. En met, met als gevolg dat het bijna door mijn huid heen ging. En alles weer uh, gesnoeid moest worden, bewijzen van. Um, nu dacht de dokter in Groningen van hé, hey, um, dit, dit wordt een proces, een twee jaar of een jaarlijks proces, waar je bij mij over de vloer moet komen, wij als het ware in jouw stond moeten gaan snoeien en um, dat je daarna weer door kan gaan. Uh, maar ik dacht ook van, ja. en vooral mijn ouders dachten van hoe dan? Van dat de, dit kan toch niet? Arm. Weet je, er zijn ja. toch mensen die nu, die, die nu. Bestaat dit echt? Dat, dat je dit continu moet doen? Mm -hmm. En gelukkig had was mijn, zat mijn familie ook in de, in de dokterswereld. Dus zo heb ik via, via, mijn, via mijn oom. ben ik eigenlijk in Nijwegen gekomen. In mm -hmm. Nijwegen had een hele andere procedure. En daar was het gewoon uh, één keer goed snoeien. en dan laserbehandeling erop doen. Waardoor het bovenste gedeelte, als het ware, van, de, van het bot... Uh, dood was mm -hmm. waardoor het andere kant van de bot niet doorbleef groeien. Dus ja, dat is een heel andere manier van omgaan ja. en alleen zij ja, in Groningen verwijzen je niet naar Noor naar Nijmegen waar ze het beter weten omdat zij natuurlijk is een cliënt vanuit Groningen. Dus het is ja, het is, het is de, je denkt dat Nederland zo'n ja. kleine wereld en die die weten wel hoe ze moeten omgaan met met verschillende ja. ziektes of verschillende amputaties. maar ja, dus ja, je staat verbaasd door wat er verschillende zijn. Maar is dat dan een soort van eer-idee? Van, wij willen het in Groningen, of, is het, of heeft het met financiën te maken? Als operatie uitvoeren in, in Groningen, dan... Ja, want ik zou ervan uitgaan dat ze, dat ze kiezen voor het beste voor de patiënt. Ja, tuurlijk. Tuurlijk, want ik ben al verzekerd. Mm -hmm. Dus uh, het zou geen uh, geldprobleem kunnen zijn. Het is ook nog naast de deur, want het is Nijmegen. Nee, dat is puur uh, met de eerste strijken wie, uh, wie uh, welke patiënt heeft geholpen. En uh, kijk, zij willen ook uiteindelijk personen hebben die een amputatie hebben. en uh, dat onder hun naam hebben dat zij die, die personen mm -hmm. hebben geholpen. Maar ze zijn gewoon niet, niet de goede. En niet, mm -hmm. niet de goede in Nederland vooral die, die dat moeten doen. En ja, daar ben ik dus heel blij mee dat mm -hmm. ik toch zo via, via de goede ja. weg heb gevonden. Ja. Elk, elke twee jaar teruggaan, is te doen nee nee dat is, joh, dat is, dat is echt bizar zijn mm -hmm. voor, voor zeker dat die persoon dat zei ook gewoon dan nou denk je ook van <laughs> ja. beter geen dokter om dat ja. zoiets te doen zo maar, dat, maar dat, dat, dat lijkt me dan ook ik, 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 ik weet niet hoe hoe heftig zo'n procedure zijn om, om om het om het weer bij te snoeien maar dat, dat lijkt me toch ook dat je dat je daar weer een revalidatieperiode bij hebt omdat ze toch weer op moeten opereren dan ja ja klopt ja. klopt revalidatie op revalidatie zou dan hebben ja. want uh, Doordat je operatie hebt, krijg je weer heel veel vocht in je stomp, waardoor je niet meer kan lopen op je prothese. Mm -hmm. Dus ja, dat, dat zou echt belachelijk zijn. Dan ja. moet je elke keer weer revalideren en zo. Maar gelukkig heb ik toen wel de goede weg gevonden. Okay. En uh, dat is wel tof. Ja. Maar de reden waarom, waarom je je been dus af moet is: het was dus de infecties die, 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 die erbij kwamen doordat je dus open had gelegen, terwijl je. Door 3,5 kilometer van het Nederlandse landschap getrokken werd. Ja, ja, ja het was gewoon. Uh, ja, Je moet gewoon modder zitten, heel veel bacteriën. En, mm -hmm. en uh, die zitten natuurlijk in jouw, jouw voet uiteindelijk of in jouw vlees. Mm -hmm. Ja, dat, dat, dat gaat natuurlijk uh, irriteren. En dat als je dat zo lang, genoog, lang mogelijk mm -hmm. laat zitten, dan gaat het ook gewoon groeien. En uh, krijg je infecties. Ja, en dan, uh, dan krijg je slechte gevolgen. Ja. Ja. Ongelooflijk, want ik, ik, dacht, ik dacht altijd dat het meestal kwam doordat, doordat dingen zo, of botten of de binnenstructuur van je, van je spier of zo, zo ge, ge, gebroken was dat het niet meer kon herstellen. Ja. Ik, had nooit, ik had eigenlijk niet zo, zo snel gedacht dat het door infecties zou komen die je oploopt door je wonden. Um, dat, je daardoor, uh, dat je daardoor een amputatie krijgt. Want... Ja, tuurlijk, tuurlijk. Het is natuurlijk een, 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 een combinatie van. Mm -hmm. Dus het was ook nog. En mijn been was natuurlijk half open uh, mm -hmm. geknarst door, uh, door het meesleuren. Maar aan de andere kant zit natuurlijk ook heel veel infectie. Mm -hmm. Maar als je infectie natuurlijk te lang blijft liggen, ja. dan, gaat, dan gaat het uh, rotten. Mm -hmm. En als het gaat rotten, dan gaat het ook in je botten zitten. Ja. En dan, en dan is, gaat het uh, kapot. Dus het, het verhaal over, uh, om zo te zeggen. Ja, precies, precies, precies. Okay. Maar wat was je, wat was je vooruitblik met qua, qua sporten en zwemmen op het moment dat je dat je dus moest leren leven met protheses, met ja, je leven op, moest opbouwen. Ze hadden ze verwacht dat je weer kon zwemmen met, uh, ja, zonder je been? Um, ja, weet je, je bent elf jaar, je dus mm -hmm. bent echt naïef. Dus je weet niet wat je aan de hand is. Dus het eerste wat je zegt is ook gewoon van, hé, hey, wanneer kan ik weer zwemmen? Ja. Weet je, je denkt van, hoe lang werkt zo'n project? Weet je, ja. je hebt nog nooit zoiets gedaan, nee. je kent het helemaal niet. Mm -hmm. Je hebt er nog nooit een heb persoon gezien, überhaupt, met één nee. been. Um, ja, dus je, je bedenkt eerst zo van, oh shit, ik moet toch mm -hmm. vijf weken lang hier zitten. En dan, oké, okay, en dan hoe lang is dat dan? En mm -hmm. uh, een, een jaar moet je daarna nog revalideren, ja. ja. En hoe lang is dat dan? Mm -hmm. en, ja, ik kwam er wel achter toen ik tijdens het revideer dat ik nog mocht weer mocht zwemmen. Mm -hmm. En dat vond ik wel. daar kwam ik achter van hé, hey, dit is wel weer lekker. Weer lekker dat het vrije gevoel. Weer fijn dat ik dan weer in het water lag. Mm -hmm. Maar ja, je wil gewoon dat moment wil je kunnen lopen. Mm -hmm. Dat was bij mij prioriteit één. Het weer kunnen lopen, het weer kunnen doen, wat ik net ook altijd deed. En ook weer mee kunnen met mijn vrienden. Mm -hmm. En zwemmen was toen bij mij. De, gewoon alleen het proces voor revalidatie. Maar op dat moment was ik alleen maar bezig met het weer kunnen doen, ja. dingen kunnen doen. En op, wat, op, op welk moment werd het duidelijk dat je ja, je, 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 gaat, je gaat zwemmen gebruiken als revalidatie. Dan zwemmen ja, voor, voor het lol als je sport. Op welk moment werd het duidelijk dat Rio uiteindelijk wel een goede een mogelijkheid was. Dat je daar naartoe kon gaan. Op, op welk moment was het dat zwemmen echt gewoon. Echt dat, ja, ...dat je weer een serieus topsport kon bereiken, kon, kon bereiken... ...waar je zelf ook gewoon mee kon gaan met, met, de, met, de, met de valide zwemmers in de Nederlandse top? Um, ja, ja ik, ik begon natuurlijk uh, stap voor stap. Mm -hmm. Als ik klaar met revalideren, begon ik weer te zwemmen. Deed ik deed ook mee weer aan een Friese kampioenschappen. Mm -hmm. En daar begon het eigenlijk. Ik begon met de eerste Friese kampioenschappen... Waarbij ik gewoon uh, tijdens de Friese kampioenschappen uh, medaille haalde. Dat en was dat heel... was hoe lang na het ongeluk? Uh, Eén, anderhalf jaar, twee jaar. Dus, ja. Dat is op zich best snel, als je één jaar revalidatie hebt, ja, twee je dan twee jaar, anderhalf ja. jaar weer. Ja, een jaar na mijn revalidatie. Dus. Ja. En Dat was een periode waardoor ik in één keer weer, ik kon weer iets doen, mm -hmm. maar ik. Ik kon niet gaan rennen, ik kon niet gaan uh, tennissen, want dat kostte allemaal te veel energie vanuit mijn prothese en dat deed me mm -hmm. pijn, maar ik kon wel zwemmen. Mm -hmm. Dus daar heb ik al mijn energie die ik had, heb ik in zwemmen gestopt mm -hmm. en daardoor kon ik gewoon vrij goed zwemmen en had ik een voorsprong op anderen, omdat ik daar veel meer mijn tijd en energie in stopte. Mm -hmm. Toen zag ik dat ik daar heel veel progressie in maakte en toen ging ik meedoen aan het Friese kampioenschap. Toen was ik bij Friese kampioenschap een leeftijdsgenoot, was ik gewoon eerste geworden. Dan dacht ik: Wow, dat is echt ja. bizar. Weet je? je gaat dan expres met de kukken natuurlijk naar de, naar de startblok of naar de, naar, ja, naar de startblok. En dan, uh, dan zie je gewoon naast je dat je, gewoon allemaal, dat je daar gewoon staat. Weet je? Dat voelt mm -hmm. super cool. Ja. Maar ja, je denkt: van, Als ik dit kan, dan kan ik het, ook, kan ik het verder schoppen. En toen ben mm -hmm. ik erachter gekomen dat je ook NK's had. En dat ik daar ook Paralympisch NK's had. Dus met gehandicapten toen ben ik daar gaan zwemmen en toen werd ik mijn eerste 100 meter rugkol had ik mijn goud gehaald, lekker, uh, maar de rest was allemaal zilver en brons mm -hmm. en toen dacht ik van ja dit is ook leuk weet je dit ja. moet ik nog meer gaan doen en toen van uh, de NK's ging ik uh, meer met friese kampioenschappen meedoen en daar haal ik ook elke keer weer goud en toen dacht ik van uh, van het friese kampioenschappen weer naar NK gaan mm -hmm. en toen ben ik met mijn eerste WK begonnen in Canada en dat was uh, 2013. En in 2013 begon ik eigenlijk met mijn eerste WK. En mijn eerste WK was echt de Paralympische WK. Dus ik was zelf 15 jaar oud. En ja, dan begin je met, 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 met de grote jongens mee te doen. Mm -hmm. En als 15-jarige jongens zijn die grote jongens heel groot. Dat ja. is echt een heel groot verschil. En uh, ik begon me toen wel echt te kriebelen. En dacht ik toen begon het eigenlijk van hé. Hey, dit is wel vet. Ik denk dat ik de spelen kan halen als ik zo door blijf gaan. En uh, toen werd ik vijfde. En zo. een hele slechte tijd. Maar wel gewoon heel tof om daar bij die grote jongens mee te doen. Ik weet nog heel goed, de, de, de was dan, uh, André Brazil was daar. Mm -hmm. Maar er was ook uh, nog een andere jongen. En die heette Zek. Uh, uh, Zek of Zuk. Mm -hmm. Nee, Zuk heette die. En Zuuk was, een, echt een, was ook een. Die had ook een soort van half onderbeen amputatie. Meer een soort van platvoet. En. Uh, voet zat ook niet helemaal goed. Daardoor kon hij veel minder goed afzetten. Maar Zuuk was echt. Die was echt een holbewoner. Die jongen dat was echt extreem breed. En die slisht ook heette. Dat was echt zo'n holbewoner. Weet je. <laughs> en die, die liep daar zo bij. En ik weet nog, de allereerste keer dat hij mij zag was echt zo van. Ja, good luck. En, uh, mm -hmm. Ja, ik kon nog niet goed Engels, dus ik was. Ja, uh, yeah, thank you, hè. you too. Ja. <laughs> en uh, ja, toen, uh, zo begon het, weet je. Mm -hmm. Toen dacht ik: van dit is tof, jongen, die willen. Terwijl hij van mij gewonnen, en ik dacht: van ik wil van hem winnen ja. de volgende keer. En zo begon het te groeien. En toen ik meer wedstrijden, toen meer mm -hmm. te trainen. En uh, stap voor stap ging ik naar uh, grotere wedstrijden, waarbij ik uiteindelijk naar de EK ging. Mm -hmm. En de EK moest ik tegen Cardio. cardio ploemieploeg mm -hmm. en dat was een hier uh, een uh, Estlandse zwemmer. Mm -hmm. uh, gek, gekke man, een hele gekke man, maar wel een enorme positieve, uh, positieve jongen. Mm -hmm. En uh, ook zelfde ook uh, onderwind amputatie. En uh, nou, die, die ging me toch hard, jongen. Die zwom me ook hard en die was een stuk ouder dan ik. En, uh, maar ik dacht van hé, hey, dit is een EK. Dit was mijn eerste EK. Ik dacht van in mijn eigen land, als in Eindhoven. Ik dacht, nu, nu kan ik dit waarmaken. Mm -hmm. De ads de waren ook gelijk, dus ik dacht, dit moet wel kunnen. En toen zom ik echt ook een van mijn beste races. 1-1 zom ik op dat moment en daardoor versloeg ik hem op 2 tiende. Mm -hmm. En toen was ik Europese kampioen. Mm -hmm. Heel vet. En zo begon het steeds meer te oh. groeien. Ja. Dus je somt dus je eigenlijk eerst je WK, ja. je wereldkampioenschap, en daarna pas je Europese kampioenschap? Ja, 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 klopt, klopt. Dit lijkt me niet de standaard volgorde. Nee, nee, <laughs> zeker waar. Maar ja, het was net, op dat moment ja. was toen de WK en de EK had ik toen de dag, het jaar daarvoor niet gehaald. Nee. En op het moment dat je dan WK somt want in 2013 was je 15, dus nu je eigenlijk in Nederland nog junioren, of ja, junioren jeugd toch ongeveer? Ja, nog. ja, ja. ja. Uh, dus dan had je eigenlijk, in je leeftijdscategorie had je Nederlands kampioenschap. Dan kon je Nederlands kampioen worden van, van jouw, jouw leeftijd. En had je een jaar jonger kon iemand Nederlands kampioen worden. En WK was gewoon, gewoon senior eigenlijk. Zeg ja. Of, uh... ja, dat is gewoon senior. Alle leeftijden. Alle zwemmers, Paralympische zwemmers van, uh, van Nederland of van de wereld. Mm -hmm. Dat is heel veel. Uh, en uh, ja, daar begon het mm -hmm. eigenlijk. En het is best wel raar zo'n ja. WK te staan in één keer in Canada. Mm -hmm. Een plek waar je nog nooit bent geweest. Waar was het in Canada? In Montreal. Mooi. En uh, ja, het is heel bizar als, als jongetje van 15 dat je keer dat moet doen. En welke afstand zom je erop? De 100 terug. Ja. Het begon al echt te groeien. Dat ik dacht: van de 100 terug is wel echt mijn slag aan het worden. Mm -hmm. Ja. Uh, ja. ja jezus. En dan vijfde worden van, van de wereld eigenlijk. Ja. Echt. Hoe, hoe is het dan, want zo so, 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 som je toen dat jij ook nog weer uh, NJK's, dus de jeugdkampioenschappen, som je die ook nog dat jaar, 2013? Ja, ja ik had, uh, dat is het grappige dus. Mm. Van uh, de Friese kampioenschappen ga je natuurlijk de NJK's. Ja. En ik weet niet meer of je dat weet, maar er was dan een soort van site waardoor je altijd kon kijken van wat de top 10 was. Mm -hmm. En uh, dat was iets van. Zwemrank uh, of zo. Ja, het? swimrankings. Klokken, dan zo. kon je altijd je, je leeftijd nemen en dan. Uh, ja, klopt, tien, klopt, no klopt. En dan kon je altijd zo heel mooi spieken Zo van. Hey, wie staat er dan nu nummer 1? En wie mm -hmm. heeft nu dit gezongen? En dat was ik continu bezig aan het refreshen. Zo van. Ja. Hey, uh, hoe gaat <laughs> het? En uh, zijn er nog mensen goed bezig? Mm -hmm. En um, ja, toen kwam ik ook weer achter dat ik met mijn. je in je swimrankings kan je zien hoe. hoe je steeds hoger komt. Dus ja. zag ik eerst van. Oh, ik ben dertigste van Nederland. Nou, dat is tof. 20ste nou, van Nederland. Als ik nu nog twee seconden afhaal, dan sta ik tiende. Oké, okay, zo ga je het berekenen en doen. Ik weet niet of je het zelf ook altijd deed. Dat je ja. zelf ook een beetje zo ging kijken zo op swing rankings en dan zo een beetje ja, spelen. toen, het was altijd kijken naar, naar, naar wie er boven je staat ja. en, wie, en wie er dan ondergaan wie dan onderblijft. Ja, en wie er onder blijft. Ja, ja, ja. Zo ja van, precies, nou, precies. Kijken, ik, ging, ik ging altijd kijken naar degene die dan net iets die er net boven stond en dan ging je mensen proberen het in te halen en dan was zo van oké okay, ja. dan, dan heb je geen je bovenje gepakt dan ga, je weer, dan ga je weer door ga je weer door ga je ja weer door. ja precies precies en de, onderaan de lijst waren er eigenlijk mensen die heel veel dicht bij elkaar zaten mm -hmm. maar hoe hoger je kwam hoe meer het verder uit elkaar ging okay. dus de top drie was altijd heel veel verschillende tijden ja. maar heel tof want uiteindelijk dacht ik van oké okay, weet je ik zit best wel dichtbij en toen uh, had ik mijn enjeka um, mm -hmm. En toen uh, had ik uh, goud gehaald, of nee, zilver gehaald op de, op de 200 meter rugkel. Dus ik stond toen op mijn eerste keer op een NJK met de valide mm -hmm. van alle mensen van mijn leeftijd, was ja. ik toen op dat moment tweede. En ik dacht, Ben Swiet, die ken je wel. Ja, die ken ik wel. Die was toen eerste. Ja. En dat was uh, heel gaaf. Ik dacht, what the <laughs> fuck is hier aan de hand? Weet je? Hoe, hoe kan dit? Welke in je was dat? Dat was in uh, Utrecht. Utrecht 2015. 2000... Oh, in dat, in dat hele zilveren bad. Uh. Ja, met dat, uh, die kubus. En dan uh, ja. kun je heel mooi naar buiten kijken. Ja, ja. Uh. ja. Nou, dan moest, moest je ook echt door. Dan had je inzwembad zonder buiten. Ja, dan moest je, moest je jas, jas aan had je net geswommen. Ja. Meestal krijg je dan nou weet ik, dan ga je dan ga je even uitzwemmen in het uitswembad. Ja. Wat er altijd aan vast zit, maar nu moest je je jas aan doen door de kaal. Ja, precies. Ja, dat is niet te doen, maar het was wel een heel <laughs> <Ja>. vet wedstrijd. <laughs> Fantastisch. Maar hoe, ja. hoe is het dan om, om, om van, van wereldkampioenschappen waar je, waar je vijfde van de wereld wordt weer terug te gaan naar, naar Nederland en dan, dan in je leeftijdscategorie te zitten in de, op een NJK? Hoe, hoe groot is het verschil tussen, tussen een WK en dan een NJK weer? Ja, het is dat mentaliteit. Iedereen in, op zo'n NK is natuurlijk Nederlands. Mm -hmm. En daar kun je lekker mee praten. Je concurrenten kun je lekker mee praten. Uh, dus is het is een minder gespannen sfeer. Kijk, als je nu in één keer naar een WK gaat, is het eng groter. Alles is het Engels. Je concurrenten kun je echt niet spreken, want het is in een Braziliaans of een andere ja. taal. Dus uh, het, is, het, is, het is een stuk gespannende sfeer. En uh, je hebt veel meer uh, reglementen waar je aan moet houden bij zo'n WK. Bij een NK is het allemaal veel losjeser. En dan, uh, kijk bij een voorbeeldje: voor bij een WK mag je niet uh, moet je 20 minuten van tevoren aanwezig zijn. Mm -hmm. als, je, uh, als je 19 minuten van tevoren aanwezig bent, dan ben je gedisqualificeerd. Yo. Dus het is allemaal een soort van stress die je dan mm -hmm. daardoor creëert. Maar dat is allemaal natuurlijk niet. Maar uh, je, je voelt natuurlijk daardoor wel een soort van meer spanning. Het is mm -hmm. echt een belangrijke wedstrijd. Je familie staat op het podium. En uh, voor de rest is het gewoon een stuk meer podium, ook groter podium, mm -hmm. dan een NK. En er wordt, wordt meer, um, meer enthousiasme wordt daar ook naartoe gewerkt. Dus het zit mm -hmm. natuurlijk op een WK, er wordt opgeroepen per naam wie er moet gaan zwemmen. Mm -hmm. En op een NK, daar valt het nog wel mee. En dan, dan, dan zeggen ze met hem nog net in de finale, dan zeggen ze misschien nog je naam. Yeah. Maar, uh, maar niet in de series of zo. Nee, nee. Nee, het, het, het hoog lezen lezen zit even van een papiertje af. Ja, uh, precies, precies, snel. precies. En daar wordt het echt zo van: Dit is Olivier van de Voort en uh, deze slaag is hij goed in. Nou, uh, bij wijze van wordt dat zo allemaal opgenoemd. Uh, uh, uh. En Rio, wanneer. Wanneer, wanneer was daar, werd het een serieus punt om naartoe te werken van het WK? Uh, of was het daarvoor al dat je zat van: Oké, okay, dit wordt mijn realistische doelstelling, hier ga ik naartoe? ...en um, we gaan hier de meet voor zwemmen. Mm, ja, dus het begon, mijn WK begon eigenlijk nog... ...dat ik, dat um, was 2016... Mm -hmm. ...en in 2015 begon ik ook weer... Uh, ...2006, 2015 begon ik ook weer mee te doen aan de seniorenkampioenschappen, mm -hmm. NK. En daar ging ik ook wel lekker mee. Dat, mm -hmm. Ik had op mijn seniorenkampioenschappen uh, NK won ik namelijk ook zilver en dat was van alle leeftijden, van heel Nederland. Ja. En dat is ook zo'n momentje dat je denkt van wat fuck, zie je haar aan de hand. En dat ja. was super leuk En het, ik haalde de zilver daar. En toen dacht ik van dat moment waar ik nu, nu ben ik volgens mij op mijn beste, beste tijden en beste periode van mezelf. Mm -hmm. En nu moet ik dit doortrekken naar de spelen in Rio. Ja. En daar begon het eigenlijk een beetje. En toen ben ik uh, meer gaan trainen weer, meer gaan trainen. En ik trainde toen in die periode, trainde ik al 30 uur in de week. Um, en uh, in die periode dus dat ik naar, uh, die naar de spelen toe werkte, um, ja, gaat natuurlijk veel in, speelt natuurlijk veel in je hoofd. Want je denkt van hé, hey, ik heb hier lang een periode naartoe gewerkt. Ik heb hier mm. veel voor gedaan, veel opgezegd. Je studie natuurlijk ging een stuk trager doordat je natuurlijk mm. voor uh, de spelen gaat en um, door die NK had ik mijn limiet binnen mocht ik daar naartoe gaan en, en toen was het zover, spullen pakken uh, nieuwe dingen gaan uitproberen want je krijgt allemaal leuke nieuwe kleding allemaal om gesponsord te worden en je komt eraan dus uh, en je vliegt naar uh, Rio en in Rio is opgepikt uh, in een uh, Nederlands teambus en uh, word je dan vervoerd naar, uh, naar het uh, naar het dorp Rio, waar uh, alle topsporters zitten, mm -hmm. en dat is super raar. Je, dit is ja. gewoon een dorp die voor jou is gebouwd <laughs> in Rio. En je hebt dan allemaal flatgebouwen in dat dorp, mm -hmm. en dan per uh, per flatgebouw zit dan een bepaald land. Mm -hmm. en je hebt een flatgebouw is het helemaal China, het flatgebouw is helemaal Brazilië. Mm -hmm. um, wij zaten Nederland en België, lekker gezellig <laughs> samen. En zo zat je dus echt. Iedereen had zo'n flatgebouw. En daarnaast had je uh, echt een, een, een vreed, een, een, een eetzaal vol, vol eten. <laughs> en dan ook gewoon acht voetbalvelden vol. Dus het was Jezus. echt allemaal, want al die sportjes moesten gevoed worden. Mm -hmm. en um, Maar het leuke was dat gewoon, het was eten van... Allemaal verschillende landen. Ja. Dus je had gewoon een hele sector van hé, hey, dat is Braziliaans, dat is Chinees, dat is Japans, ja. dat is India's, Indonesisch. Ja, geen doen maar maar door. En het, dat was ook wel heel gaaf. Dat je gewoon zo'n zo heel uh, exotisch um, internationale wedstrijd had. En uh, daar begon het al mee. En dan begon je al een beetje trillingen te krijgen ja. van hé, hey, je zit nu echt om een hele grote wedstrijd. En uh, ja, toen, toen stap voor stap ging ik natuurlijk doorwerken en ik had dan uh, in Rio dat ik vijf races moest zwemmen. Mm -hmm. Dus ik had eigenlijk elke uh, om de dag had ik iets te doen. En ik was eigenlijk continu de dag, eerst was de dag racen, dan een dag weer helemaal niks doen, alleen maar focussen op de race daarna. Dan weer een dag niks doen helemaal de, voor de race daarna. En mijn beste race was toen de 100 meter rugkrol. Mm -hmm. En ja, daar, 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 daar heb ik naartoe gewerkt. Dus dat was, daar zag ik ook gewoon van, hé, hey, als ik deze race goed ga zwemmen, dan kan ik een gouden medaille pikken. En um, ik ging er naartoe werken. Ik, ik uh, moest tegen André Brazil, die was op dat moment uh, nummer, uh, nummer twee. Mm -hmm. En dat was Holdol van de hol van de leeuw natuurlijk, mm -hmm. want uh, André Brazil, Brazilië. Ik als uh, kleine Nederlander kwam daar ook even aan zetten. En uh, ja, toen moest het dan gebeuren. En, uh, je komt daar dus een aanzetten in zo'n groot stadion, 4.000, 5000 man. Mm -hmm. En ook natuurlijk allemaal familie die loopt te kijken buiten op schermen of uh, thuis. En dan moet je eigenlijk gewoon een race hebben van ja. minder dan een minuut. Mm -hmm. En dat is best wel gek. Je hebt er ja. zeven jaar voor, voor getraind. Mm -hmm. Dat ken je denk ik ook wel. En je moet echt gewoon voor een minuutje gaan zwemmen. Ja. En toen, toen dacht ik van oké, okay, dit kunnen we doen. Dit hebben we lang mm -hmm. voor getraind. Weet je, ik heb dit en dit allemaal voor gedaan. Dus dan moet het wel goed komen. Met die mentaliteit ben ik er eigenlijk in gegaan van hé, hey, weet je, ik heb er heel veel voor gedaan. Dus ik moet nu, het moet nu een goede tijd uitkomen. Toen begon ik eigenlijk die race. Ik dook het water in. En alles was geruis om je heen. Dus gewoon één groot geruis. Want iedereen was zo hard aan het klappen. Mm -hmm. en of aan het stampen. Dat je gewoon alleen maar geruis hoorde. Dus je hoort geen fluitje meer van een coach of iets. En het gaat dan steeds. Je denkt van: oké, okay, oké. Okay. Dus ik, ik dook het water in. Ik mm -hmm. keek links, rechts. En ik zag niemand. Iedereen die was nog voor mij. Met de rugkool. Dus ik, ik zag gewoon dat gewoon mm -hmm. iedereen al voor mij een voorsprong had. Dus ik begon meer te gaan zwemmen, harder te gaan zwemmen. En ik wist dat ik gewoon op die lange trajecten, zonder keerpunten, dat ik daar het sterkste in ben. Dus mm -hmm. toen ging ik steeds sneller, steeds sneller. Toen uiteindelijk kwam het keerpunt. Toen keerde ik als tweede. Toen zette ik weer af. En toen was ik uh, derde. En toen heb ik mezelf uh, voorbijgezommen. Voorbij de derde, naar de tweede plek. En toen had ik de snelste tijd ooit voor mezelf neergezonden. Een. Uh, 58-10 mm -hmm. en ja dat was vijftiende 15 sneller dan het inschrijftijd en dat is zeker heel hard voor voor mijzelf en toen had ik echt was ik heel blij mm -hmm. ging heel veel dingen door me heen, maar ik was gewoon al heel blij wat was, was was het in eerste gevoel was het was het tweede opnieuw spelen of 15 uh, van mijn PR of ik de moestal zong of Jezus, ik had eerste kunnen worden. <laughs> ja. ja, tuurlijk. Je hebt het dubbele gedachten, is, ja. tuurlijk. Um, maar op dat moment dacht ik van, ja, dit is de eerste spelen van mij. Mm -hmm. En dit is de snelste zwemwedstrijd of snelste wedstrijd ooit die ik heb gezwommen. Mm -hmm. En ik had vrij snel dacht ik van, ja, die moet ik gewoon van genieten, weet je. Ja. Je bent gewoon in, in Brazilië, <laughs> daar gaan we de loop moeilijk lopen doen. Mm -hmm. Dus ik was gewoon, ja, ik ben gewoon blij, ik heb een goede ja. tijd gezwommen en... Uh, ja, dat, dat, dat later twijfelen, dat komt later. Ik was toen gewoon heel ja. blij. Ja. Hoe, ja. hoe, is, hoe is de sfeer eigenlijk op zo'n zo Olympisch dorp? Want je, want je hebt dus... Het lijkt me een heel onnatuurlijk iets... waar je gewoon per land bent ingedeeld. Het is dus zo'n heel, heel... Ja, ja een dorp wat maar bestaat voor, voor, voor een paar maanden... en daarna er nooit meer iemand echt in woont. En je hebt zo'n zo enorme voedselbar enzovoort... maar tegelijkertijd het lijkt me... Je, je, moet, je bent constant gefocust op, 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 je, op je race, op wat je moet doen, op je, je eetpatroon, je slaappatroon, dat je niet te veel doet, dat je niet... Ja, hoe, 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 hoe is dat? Lopen, lopen mensen, door, is, loopt iedereen erop met compleet gefocust op wat ze moeten doen? Of heb je ook momenten waarop je kan ontspannen en kan genieten van het feit dat je in Rio bent? Of komt het echt alleen als je je races gehad hebt en dan klaar bent? Ja, dat is het jammere dus. Dan komt het pas. Je denkt van, hé, je bent in Rio, je kan lekker genieten wat je maar wil. Mm -hmm. En je kan eten wat je maar wil. En, en dat is niet, want ik moest vijf dagen zwemmen. Mm -hmm. En al die vijf dagen moest ik echt hard mijn best doen en gewoon geconcentreerd blijven. Mm -hmm. En dat is belangrijk. Als je dan uit die concentratie gaat en je gaat weer andere dingen doen, dan, dan ben je het kwijt. Ja. En ik had mijn laatste race als de Estafette met de jongens. En ja, dan, ga je, dan moet je er gewoon, dan moet je er ook zijn. Dan moet je mm -hmm. gewoon, gewoon 100% er voor klaar voor zijn. Mm -hmm. Dus ik heb gewoon eigenlijk gewoon niet echt genoten van, van alleen van mijn races. Maar ja. dat was het dan ook. En niet echt van de hele beleving om Rio. Um, maar wel daarna. Toen was ja. het afgelopen. Mijn laatste races van me. Ik weet dat het zo'n lekker gevoel was. Mm -hmm. Alles was klaar. Je gaat niet uitzemmen. Nee, dat gaan we niet <laughs> doen. We gaan nu gewoon lekker uh, feest vieren. En nu gewoon even goed afsluiten van het mooie seizoen dat we mm -hmm. hebben gehad ik weet nog bij ons was na na het laatste Nederlands kampioenschappen van het jaar was altijd nu mag het weer en dan dus dat de hele de hele zwemploeg zitten allemaal bij de McDonald's allemaal 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 slechte shit te eten was het ook nadat je je laatste race dat je allemaal naar die bar ging en gewoon gewoon voetbalvelden afgingen qua voedsel ja het werd dus allemaal gesponsord door de McDonald's <laughs> Serieus? Dus, ja, ja, dus je kon gewoon gratis onbeperkt naar de McDonald's. Oh, geloof. En uh, nou, dat deden we toen ook wel. <laughs> 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 niet normaal. Ja, ja, ja. dus we, uh, denk ik, wel drie keer in de rij gestaan. Mm -hmm. Gewoon drie keer een ronde genomen. En, mm -hmm. Ja, je bent toch gewoon klaar, weet je. Je kan alles doen wat je wil op dat moment. Gewoon klaar bent. En, 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 en hoe is het dan op zo'n zo park? In, in zo'n zwembad enzovoort. Um, als ik het vergelijk met, met nationale kampioenschappen. gaf het al altijd een beetje. een soort van. Um, van, van prestige. Van, van hier gebeurt iets, iets, iets bijzonders. Want, want in plaats van dat alle ouders rondliepen. gewoon langs de zwembadrand. bij elke andere wedstrijd. zaten hm. nu mensen op de tribune. je had wat vrijwilligers. die, die opriepen en zo. Maar het nee. lijkt me dat je bij zo'n Olympische Spelen. wat je al zei, van, je moet twintig minuten ervoor zijn. Of, en dan is het afgelopen... Het lijkt me ook dat je een hele. Of, uh, dat er ook best wel groot security is enzovoort, dus je, je mag alleen maar op park zijn, of mocht je er ook af en zo, hoe is nee, nee, die ervaring? Nee, nee. Um, nou, natuurlijk, de, 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 de wereld daaromheen in een zwembad is hm. natuurlijk heel strikt. Je hebt daar hm. echt gewoon, uh, uh, natuurlijk, allemaal rooms waar, uh, waar media zit en um, je hebt er gewoon uh, rooms waar iedereen wordt gekeurd op doping. Mm -hmm. um, dus je hebt echt allemaal verschillende plekken waar, waar, waar dingen zich afspelen. En um, daarnaast heb je natuurlijk ook die callroom waar dan de ruimte van tevoren aanwezig moet zijn. Ja. Um, wat grappig was in zo'n callroom is dat je, 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 je gaat natuurlijk je beste race ooit proberen te zwemmen. Ja. Maar voordat de wedstrijd begint al in die callroom. Want in die callroom gaan mensen eigenlijk al jouw proberen te manipuleren mm -hmm. om, om, om niet met je race bezig te zijn. Dus bij wijze van, ik had dan ook mijn concurrent die, uh, die dan expres zijn muziek en uh, zijn koptelefoon harder aanzette, mm. waardoor ik zijn geluid hoorde en het niet stil was en waardoor je eigenlijk een beetje geïrriteerd raakt door het feit dat hij natuurlijk zijn muziek aan heeft staan. Nou, dat soort dingetjes doen ze dan. Of ze gaan op jouw plekje zitten. Dus jij hebt net daar gezeten, je staat even op... en dan gaan zij op jouw plekje ja. zitten. Wat, wat, wat was dat voor de eerste keer dat je dat zoiets meemaakte? Nee, ik mee heb gehoord. het al eerder meegemaakt op andere wedstrijden. En... Maar dat zijn kleine ja. dingetjes, daar moet je niet mee bezig zijn. Nee. Of, of... Ik heb ook gehad dat, uh, dat ik een, hand, een handje wou geven... dat mensen dan geen hand teruggeven, weet je. Zoiets nee dan denk je van... wat is het dan nou voor, uh, voor lul dat hij dat niet doet. En... Uh, ja, dat soort dingen probeer je allemaal te doen om iemand te mindfucken. Mm -hmm. En dat deden ze ook dus als ze als het water inbetreden. Dus ik uh, met rugkostart duik je het water in mm -hmm. zwem je daarna naar de kant toe. Maak je, zet je je, zet je, je schap mm -hmm. en dan pas ga je afzetten. Ja. Maar wat dat nu was, was dat ze dan zwemmers die extra langzaam erover deden. Dus die deden extra langzaam, dook ze het water in, zwem mm -hmm. nog een klein stukje door, gingen daarna weer terug. Weet je, en ik stond al klaar, ik ja. stond al klaar om te zwemmen. Dus dat zijn allemaal dingetjes die je kan doen om dan toch een beetje concurrent uit die, ja. uit die concentratie te halen. Of, dan, of, of nog een grappig voorbeeld. Je hebt dan die bakken water, die heb je mm -hmm. altijd langs de kant staan. En per, um, per stapblok heeft dus een bak water. Mm -hmm. En die doen ze om, overgooien ze over zichzelf heen. Of ja. sommigen die spetteren het als het ware over zichzelf ja, heen. Of als een beetje het water gevoeld, krijgen. Precies, precies. Maar ik, ik ben als iemand van, ja, ik hoef dat niet. Nee. Ik, vind, ik sta gewoon lekker. Ik ben warm en ik ben klaar om te racen. Ja. Ik hoef niet dat het water Dat voel ik straks wel. Hm. En, uh, maar zij spetteren zo hard dat dus het ook allemaal over mij heen gaat expres. Mm -hmm. weet je. Dus dat, dat zijn toch allemaal van die kleine dingetjes dat ze dan ja. doen om jou uit je concentratie te staan. Heb jij ooit overal om zoiets te doen? Heb je uit zoiets gedaan? <laughs> ja, expres water uh, ja. over een tegenstander. Ja. heen ja. Ja, voor, nee. ooit bewust dat je denkt van nou, laat ik, laat ik, eens, laat ik proberen, als jullie dit spelletje spelen, ga ik meedoen? Of, uh... Ja, ik heb dus wel ooit um, ja, ik, ik ben ja, ik heb ooit eens een keer mijn spullen op iemand anders stoel neergelegd. Kijk, dat is dan het mm. enige dat ik nog ooit ja. eens een keer heb gedaan. En daarnaast heb ik ook wel eens een keer dat ik, ik ben eigenlijk iemand die heel gefocust staat. Mm -hmm. En ehm um, die, die, die geen emotie toont in dat opzicht. Hmm. Van een heel pokerface-achtig idee. En ik denk dat dat, dat dat mij ook wel sterk maakt tegenover anderen. Dat ze niet echt weten of ik nou gespannen ben of dat ik, of dat ik niet gespannen ben. Ja. En daardoor uh, ja, heb ik toch ook een soort manier ja. van manier uh, van gevonden om iemand te mindfucken. Ah, het, het lijkt me zoiets dat je. Als je daar bewust mee bezig bent, ben je. Dan, de, dan, dan ben je bezig met een deel van je, van je, van je mindcapaciteit, ben je gewoon bezig met andere waar je ja, juist je beste race moet zwemmen. Ja. Dat is heel belachelijk eigenlijk. Ja, precies, en daar verliezen ze dan weer op. Mm. En dat denk ik dan weer. Je ja. moet heel veel bij jezelf bezig zijn. Zelf het spelletje niet te veel meespelen. Nee. Als je spelletje meespeelt, ben je weg. Je moet echt in die cirkel blijven van jezelf. Ja. En als je buiten die cirkel gaat, dan, 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 kom je, dan, dan kom je niet tot jezelf waar je het sterkste bent. Toch moet, toch moet ik wel zeggen dat, dat, dat ik, ik wel heb gehad. als je op zo'n 400 wissel of zo moet gaan zwemmen. en dat als, als iemand als ze zit van shit, ik moet dit gaan zwemmen. Ja. En dat je dan nog wel even naar hem toe gaat van shit zwaar. zwaar. Ja. <laughs> oh, shit, ik moet nog 100 meter. zo ja, gaat het wel. Ja. Ja, ja. Ah, weet je naar nou, die 100 vlinder ben je al zo dood. en dan moet je nog die rug doen. Ja, ja, ja. Ah. Klopt, klopt. En dan kom je weer bij die cirkels van. Ja. hey ga je dan over jezelf ja. zeggen. en uh, zeg je van hé, hey, boel uh, harder. Of ga je zeggen, uh, um, zo, die concurrent die gaat nu wel in één keer aanzetten. Hè? Wat, wat gaat hij nu straks doen uh, bij de ja. keerpunt? Mm. Of ga je denken van, hé, hey, uh, wat gebeurt er op de tribune? En dan weer een cirkeltje verder van, hé, hey, mm. uh, wat denk je dat mijn vader hiervan vindt? Ja. Uh, dat ik nu uh, één kak op de laatste uh, 100 meter. Was je, was je je bewust van, van bij één van die Olympische races, van ja, de, de schaal ervan... Was je, was je bezig met. Dacht je aan dat het. Nou, dit is iets waar de hele wereld nu naar kijkt? Of was het gewoon. ik zendt gewoon je race. Het is gewoon het enige waar je mee bezig bent is de race. Als je erin ligt. Um, ja, als je erin ligt, dan moet je alleen over je race denken. En dat was ik ook. Ik was alleen ja. over race aan het denken. Natuurlijk, daarbuiten ben je natuurlijk even om. En dan denk je van. Oké, er zijn heel veel mensen kijken nu op dit moment. Mm -hmm. En uh, die Brazilianen zijn gekken. Die, uh, die gaan niet alleen maar klappen. Nee, die gaan ook stampen. Dus het hele stadion was uh, aan het trillen en het ging helemaal uh, keer Maar ja, op dat moment weet je dat natuurlijk. Van, van tevoren kun je nog even denken over familie en dit en dat. Maar tijdens je race, never. Ja. Gewoon alleen maar bij jezelf blijven. Mm -hmm. Een paar woorden in je hoofd uh, die je gewoon continu moet herhalen. En dan gewoon door, 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 doorzetten. Ja. Ja, uh, yeah. ja. En had je nog lang de tijd nadat je. Ja. Uh, yeah. Je, je, werd tweede, je, 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 was, je was tweede geworden. Heb je die, 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 die ceremonie. Hoe lang duurt het eigenlijk voordat je, voor, voor, voordat je de officiële resultaten hebt? Dat je het te horen krijgt dat je tweede bent en dan dat je medailleceremonie hebt? Hoe, hoe, hoeveel tijd zit er tussen? Wat, wat is het proces op het moment dat je. Ik nou, moet natuurlijk gaan uitzwemmen ook nog nee dat doe je dus niet als je uh, klaar bent helemaal dus dan, dan denk Want, je van dan ga je niet uitzwemmen denk je nou, van dat is goed moest je nog estafette daarna zwemmen die dag daarna of ja in die tweede precies weg? dus dan moest je nog wel even uitzwemmen ja. Um, ja het was zo dat je, je je zwemt die race je bent klaar mm -hmm. je gaat daarna naar de naar de media room mm -hmm. dan ga je daar uh, heb je een persconferentie uh, dan moet je praten over verschillende dingen mm -hmm. ik had uh, NOS dus die waar ik een woord woord moest staan um, ja, En daarna nog een IPC uh, persoon. En daarna ga je dus weer door naar de volgende. En dan ga je natuurlijk zien je familie, je vrienden. En dan ga je helemaal los. En dat is helemaal tof. En ja. uh, uh, dan heb je je hele knuffel uh, genoeg gehad. En dan uh, ga je uitzwemmen. Dan zijn we nog even lekker uh, 500 meter bij wijze van. Mm -hmm. Dan ga je eruit meteen kleren aandoen. En dan, uh, dan zit je daar ook weer 10 minuten van tevoren klaar. Uh, om dan uit daar, uh, daarna opgeroepen te worden. Mm -hmm. En dan, dan loop je eigenlijk een rondje rond het uh, zwembad. En okay. precies zo, zoals het altijd gaat. En dan uh, ja, moet je dus uh, daar staan op een heel groot uh, podium. Mm -hmm. En uh, ja, dat is vet. Dat is okay. wel heel vet. Ja. Hoe is, het wat je, is het wat je verwacht had? Toen, toen je daar stond, was het wat je had verwacht voor de Olympische Spelen waren? Toen je to, 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 als een jong, jong jongetje droomde vandaar te staan. Of was het anders? Uh, ja, tuurlijk. De, in het echt is toch altijd anders. Mm -hmm. um, maar het, de beleving en de emotie, uh, dat was sowieso hetzelfde als ik, als ik had verwacht. Mm -hmm. uh, ja, op dat moment ga je gewoon stilstaan. En denk je, is dit het waard wat ik nu allemaal heb gedaan? Mm -hmm. dus is het het waard om nu gewoon uh, hier zo te staan en met dit allemaal? En denk je, ja, dat zeker waard. Dat is super gaaf. En, en het is niet alleen maar dat staan daar op het podium en dan, uh, dan daar jouw uh, iedereen zien klappen voor jou. Nee, het is gewoon die hele weg daarna ook. Gewoon. Mm -hmm. Dus je gaat naar Rio, je bent klaar, je, je komt thuis, je komt bij je. Bij je oude school, je komt weer bij je, bij, je, bij je vrienden, je komt weer bij je gemeente en daar oh, uh, f, f, uh, ja, gaan ze allemaal met open armen je om uh, ontvangen. En dat maakt het zo mooi, weet je, dat je gewoon door de hele heel Nederland als het ware um, binnen wordt gehaald als een, als een, als een supergoeie zwemmer. En dat vond ik vooral het leukste. Weet je. Ik dacht van hé, hey, dat is tof. Hier heb ik ja. toch voor gedaan om een beetje daardoor eer te krijgen dat ik uh, ja, dat ik dan toch nog goed kon zwemmen. Ja. Ja. Had, train je dan trainde je toen nog bij, uh, bij, bij, bij een club of train je toen bij een nationaal team? Ik trainde toen bij het nationaal team. Ja, oh. ja, ja, ja. En, en waren ze allemaal meegeweest mee van het team? Of waren er ook mensen die, die nog gewoon doortrainen waren het niet in spel hadden gehad? Uh, ja, er waren ook mensen die niet uh, spelen hadden gehaald. Ik heb zelf altijd ook bij het RTC gezeten. Mm -hmm. En uh, daar ken ik dus ook heel veel vrienden van mij, en die waren er natuurlijk niet bij. Mm -hmm. um, en natuurlijk ook een paar zwemmers van het NTC die het net niet hadden gehaald mm -hmm. te spelen, die, uh, die ook thuis bleven. En uh, dat is wel gaaf hoor. Dan, dan, dan thuis te komen. En dan uh, had je nu ook uh, de, je had dan het de vliegtuig. We zaten dus in het vliegtuig en daar uh, zaten, naast, zaten twee uh, straaljagers die vlogen oh, naast ons. En dan uh, gingen die een paar loopingen maken en zo. wij werden uh, zo onthaald. Dat was wel heel grappig. Gaaf ja. ja, zeg, kon, 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 je, kon je daar nog wat van zien? Zat je aan de raamkant en kon je dan nog ja, wat ja, zien? Ja, ja, ja. Het was zelfs ook zo dat ik, ook oh, grappig, we kregen dus ook allemaal chocolade mee daar. Dat je toch, ja, dat is toch wel weer <laughs> tof, tof dat jullie het hebben gedaan. Hè? Dus ik kreeg je allemaal zo'n medailletjes en zo'n De medaiden deden dan om zo. Yeah. En, maar ja. En natuurlijk was hij helemaal gesloopt, want die, uh, ja, je bent natuurlijk alleen maar uh, aan het vieren dat, dat, mm -hmm. dat je het hebt gehaald. En um, het was mijn uh, vriend naast mij die was dus in slaap gevallen met die ja. chocolademidar. en die werd dus wakker met één grote bruine vlek hier <laughs> en zo oh. <laughs> en die was helemaal ja was helemaal in slaapgevallen en was helemaal niet vergeten dat die me daar nog om had dus nou ja, dat je daar dus met die groepsfoto in ja. bruine <laughs> vlek hier nu zo af toch een mooi kom je terug als Olympische Sport. Dus <laughs> ja oh, dat snel iets anders aan doen ja, net ja. goed. Ja. Oh, had je nog een speciaal ontvangst ook op Schiphol? Je, uh... Ja, we werden dan ook nog uh, door... Uh, ja, er waren dan um, twee brandweerblussers. Die hadden allemaal water over het vliegtuig heen gespoten. En, uh, en daarnaast werden we dus met uh, bus en een paar politieauto's... Uh, werden we dan vervoerd naar um, Den Haag. Mm -hmm. En dat was dus... Die hele weg was afgezet voor ons. Zo, dus we hadden gewoon echt alle ruimte. Dat was ooit zo heerlijk uh, gereden. En dat is gewoon. Die busrit was fantastisch. Iedereen mm. was gewoon een leuke sfeer. Je had zin in. Mm. En toen kwamen we daar aan en toen was het wel echt. De energie, energie was wel steeds minder. Maar mm. het was wel heel tof om dat allemaal zo een ontvangst te krijgen. Hoe lang mm. ja. is die ho vlucht eigenlijk? Van Rio naar Nederland. Poeh, dat was. Uh, volgens mij was dat. 20 uur, 9, 19, 18 uur. Kun, kun je er nog wel een beetje in slapen? Of, uh... Ja, in mijn herinneringen kon ik best <laughs> prima slapen. Het was zo halfjes. Ja, ja, ja. Het ja. was dan... Uh, dat was wel echt hoor. In de avond deed je dan ook zo van... Met Olympische Sporter. Maar... Is er dan nog misschien iets leuks op Netflix om te kijken? <laughs> 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 maar de, 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 heb je dan... Vlieg dan... Business class krijgen dan of, of moet je gewoon economy? Moet je gewoon niet? Uh... Ja, wel. Toen was mij, half-half economy ja. business, maar Je had gewoon alle ruimte. Ja. Ja, ja. Maar als je als dus aankomt in in op schiphol en dan met de bus naar Den Haag en zo, is het. Is het dan, krijg, 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 krijg je nog wel, daar nog wel energie van? Of, of ben jij gewoon allemaal een beetje brak? Zo van... Shit. Ik wil gewoon slapen. <laughs> Oprecht, er waren wel heel veel mensen die... <laughs> die waren eigenlijk gewoon... Oh, slapen <laughs> Best leuk allemaal. Maar ja, een bed is ook best lekker. Mm -hmm. Maar weet je, dat, die energie die haal je er wel uit. Weet je, dat ja. uh, dus iedereen die, die organiseert het voor jou. Dus dan krijg je er heel veel energie van. Ja. Uh. En ben je toen ook nog teruggegaan naar je... Naar je oude club uh, in, de, in de weken dat je thuis was? Ja, ja, ja we hebben toen uh, een groot uh, evenement georganiseerd bij mij thuis. Met alle mensen die mij geholpen hebben met, uh, om naar de spelen te gaan, mm -hmm. die hebben we allemaal uitgenodigd en hebben daar gewoon een leuk uh, feest van gemaakt. En uh, dat was wel heel tof. Ja. En ho hoe snel lig je dan weer? Serieus in het zwembad dat je terugkomt vanuit de Olympische Spelen. Want eigenlijk eigenlijk heb je dan gepiekt, je, heb, je, je, je hebt je doel behaald. Je, je, je bent tweede geworden. Nog, nog net niet eerste, maar uit zou je zeggen, je, je, je hebt de spelen gedaan. Mm -hmm. Neem aan dat je daarna niet gelijk weer, als je thuis bent, de trainingsschermen nee. uh, oppakt. Nee, nee, nee. Ik uh, volgens mij begon bij mij al school eigenlijk. Dus ik. Uh... <laughs> Ik had heel kort vakantie. Iets was van het, tien weken. Was het gewoon een of middelbare tien studen? dagen? Ja, een middelbare school. En ik had tien dagen vakantie. <laughs> we hebben toen uh, de trein gepakt of de, de vliegtuig gepakt. En toen uh, zijn we naar Shanghai volgens mij gegaan. Mm. Daar kort geweest en uh, toen weer teruggegaan. Ah. En dat was gewoon, uh, daarna moest ik gewoon weer naar school. En dat was gewoon weer de gewoon weer uh, de brugpieper bij wijze van <laughs> weet je hoe uh, <laughs> is, 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 is dat een is dat een knop die je moet omzetten in, in je hoofd van ja, het ik zou lief spelen en nu zit ik weer gewoon gewoon gewoon, gewoon Nederlands Engels wiskunde te doen ja precies zo. dus ik wil de dingen te doen waar ik <laughs> ja. niet heel goed in ben maar uh, ja ja, <laughs> ja dat is een dat is gewoon een klopt dus ja het leven gaat gewoon door mm -hmm. het is iets wat je natuurlijk als sporters zijn dan denk je van hé. Hey, Zo'n uh, Olympische Spelen, dat is wel super vet. Als ik goud haalde, ben ik klaar met mijn leven, bij wijze van. Maar mm -hmm. um, ah, het, het leven gaat gewoon door. Ja. Je denkt van, het is niet alles, het is nog veel meer wat je kan doen. En uh, ja, je bent gewoon, want je, zo ben je ook. En zo ben jij ook, gewoon je bent het dat je ja. je goals weer aan het verzetten. En dan denk je weer van, wat is nou het volgende doel om te bereiken? Ja. En wat was het volgende doel na, na Rio? Na Rio dacht ik uh, van ja, ik, uh, ik wil kijken of ik dan nou misschien Tokio kan halen. Mm -hmm. uh, alleen toen kwam uh, school ook om de hoek kijken. En toen zag ik dat de realisatie met school een opleiding en uh, Tokio uh, vrij moeilijk was. Mm -hmm. En toen heb ik toch gekozen om opleiding te doen. Dat ik ja. toch zag dat daar iets meer iets meer nieuwere dingen in zag. Dus iets meer nieuwe uh, ervaringen, nieuwe mm -hmm. belevingen. En toen heb ik toch voor de opleiding gekozen. En uh, toen ben ik dat wat meer gaan doen. Want uh, ik had de keuze of om 30 uur in de week te gaan trainen en opleiding. Of, uh, of alleen de opleiding en dan zelf uh, kiezen hoeveel ik ga trainen. Mm -hmm. Dus uh, toen heb ik voor, mijn eigen, voor mezelf gekozen om zelf mijn uren te bepalen. En um, om daardoor ook gewoon mijn opleiding te kunnen doen. Ja. Ja. En, en hoe? Hoe, hoe, hoe is dat om die keuze te maken dat je, ik zeg van, mijn opleiding eerst, oh, ja, op, eigenlijk, eigenlijk op, op een van je hoogtepunten, je hebt, je, je, je hebt de spelen gehaald, je bent, nog, je bent nog eigenlijk in de, in de, in de, in de bloei van, van, van je jeugd. Ja. Om dan te zeggen, ik sta hier en ik heb hier zo hard voor gewerkt, laat ik nu de keuze maken om door te gaan met studeren eigenlijk. Ja, dus dat, dat is iets heel raars, die keuze. Mm -hmm. uh, Daar denk je niet één uh, op de andere dag van deze nee. keuze ga ik maken. Daar ben je echt een half jaar mee bezig. Mm -hmm. En je gaat alles op een rijtje zetten. Je bent continu met iedereen over aan het praten. Je denkt de hele tijd van wat is nou de extra dingen die ik eruit kan halen? Wat zijn de extra uh, belevingen, extra ervaringen, waar doe ik het allemaal voor? En dan, toen zag ik gewoon bij het zwemmen dat ik te weinig voor uh, extra weer voor ja. kreeg. En dat ik veel meer profijt van had van om een leuke, stu leuke studie te doen. Mm -hmm. En ja, toen was het eigenlijk het punt van: maak je echt die keuze, ga je er echt mm. voor en uh, hak je de knoop om. En dat was de hele tijd van: ja, net niet, net wel. En dan uh, was het toch: gaan we het toch misschien zo doen? En uiteindelijk dacht ik van nee, we gaan het gewoon niet doen. We gaan gewoon mijn studie doen. En uh, ik voel het gewoon goed om nu gewoon uh, iets anders te doen. Om even uit die zwemwereld te stappen en even te focussen op iets heel anders. En dat is bij mm. mij echt top bevallen. Dat is echt heel goed. Goede beslissing. Omdat ik gewoon weet van ik, ik hou van innovatie, ik hou van nieuwe dingen. En als ik te veel in een curriculum zit en te veel in hetzelfde riedeltje, dan, dan vind ik dat zelfs dat ik daar nu een beetje in een, in een kooi ja. en dat vond ik nu wel weer fijn dat ik nu weer nieuwe dingen kon doen, weer nieuwe knieën kon uh, experimenteren en doen. Ja, ja, ik, 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 bedoel, ja. <laughs> ik bedoel Olympische Spelen wat, wat ga je daarna doen? Uh, ja. ik, ik, ik bedoel ja, het, het is op een gegeven moment er zijn nog zoveel meer dingen in het leven dan, dan, dan alleen de sport um, ik denk dat. Ik, ik heb natuurlijk niet de Spelen gehaald. Uh, ik heb alleen nationaal niveau gezommen. Mm -hmm, mm -hmm. Ik kwam niet aan Europees niveau. Uh, maar voor, 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 voor mij was een van de lastigste dingen om overheen te stappen met, um, met te kiezen voor iets anders. Ja. Te kiezen voor, voor, voor YouTube in plaats van zwemmen. Was ja. Dat voor mij was ik was de zwemmer, ze zwemmen was op dat moment van, als, je, als je met mensen sprak van ja ik, ik ben nee, een kampioen, ik, ik yeah, zwem, ik zwem uur per week om dan iets anders te gaan doen van, voor mij was het een personaliteit. heel erg, ja persoonlijkheid, ja persoonlijkheid, nou, ik zou niet crisis zeggen maar ja, ja. Het, het, het was een heel ding van wat nu weet je zo van shit <laughs> ja. <laughs> ja dat is zo raar want ja. je, het is jouw personaliteit. weet je mm. als jij in een groep zit dan, dan uh, wijst je, iemand jou aan en dan zeg je ja dat is, dat is die zwemmer. Ja. Weet je, die, 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 dat zit om jou heen, want het, mm -hmm. dat heb je al gewoon jarenlang. Doe je dat zo mm -hmm. en dan in één keer ga je iets heel anders doen en dan word je in één keer niet meer die zwemmer. En dat, wat word je dan anders? Wat, wat ja. wil je dan? Dat is net zo veel passie en is net zo leuk mm -hmm. als zwemmen. En dat is heel moeilijk om eerst te vinden, want dan moet je eerst uit die comfortzone en dan moet je ja. eigenlijk vallen in een gat. En dan moet je gaan zoeken van... ...hé, hey, wat is nou leuk, wat kan ik? Mm. En ja, dat weet je nooit... ...totdat je eruit gaat... ...en dan gaat experimenteren. Ja. En zo ook met jou YouTube natuurlijk. Ja, ja. ja nee, het, het, het is... Het, ...het is heel raar... ...omdat als je ergens mee begint... Uh, meest, ...als je ergens mee begint... ...ben je er meestal heel slecht in. Omdat mm. je doet iets voor, voor, voor de eerste keer. Dus, dus, dus je gaat van... ...van de plek waar je... ...ja, waar je heel vertrouwd mee bent... ...waar je een van de allerbeste... ...in bent... Uh, ja, binnen Nederland of van de, van de fucking wereld, weet je. Nee, <laughs> uh, precies, precies. Dan, 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 dan ga je daar naartoe naar, oké, okay, ik begin hier vanuit het niets eigenlijk. Ja, weer scratch, weer ja. helemaal opnieuw. En waar, waar begin je dan? Wat mm -hmm. is dan, waar kan je ook in groeien? Ja. Ja. Dat is ook weer, je begint dan ook wijze uh, van nu YouTube. En ja. Uh, dan, dan, ja, hoe werkt dat systeem? Je, je gaat kijken naar hoe anderen doen, hoe anderen zijn gegroeid. Ja. En, uh, ja, stap voor stap uh, denk je van nou, dit kan ik ook wel ja. als ik dit zo en zo doe. Maar je moet gewoon nul beginnen. Je weet ja. nog je weet nog van niks. Je weet helemaal uh, nopjes ja. en het enige wat je eigenlijk weet is uh, hoe je rugkrom moet zwemmen. Ja. En uh, ja. <laughs> dat is dat werkt niet altijd mee. Ja. Yeah. <laughs> Dus, dus, dus je kwam bij de studie en ze van, nou, Ja, wat, ja. Uh, wat doe je Nou, Ik, ik zwem rug gewoon. Ja, <laughs> ja ik, weet niet, uh, ik weet niet of je kinderen thuis hebt, maar ik kan best wel lesje geven <laughs> ja. anders. Uh, <laughs> ja. 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 ja, nou, het, um, het tegenstrijdige wat dat vaak is, als je, als je, als je ergens heel uh, gewend in bent, om zo te zeggen, als je, als je, als je op, op zwem bijvoorbeeld of iets anders een hoog niveau aan hebt, uh, dan. Of ik, ik weet niet of jij dat ook zo ervaart, maar ik kijk ik altijd zo terug naar. Um, nou, de, de goede oude tijd dat je net begon en dat je dan net, de, de, dat je net te, te, te pakken kreeg, want dan waren je stappen zo groot, want dan schom je gewoon 5 seconden per jaar, 10 seconden per jaar want elke keer dat je iets nieuws leerde, kon je weer een stuk verder komen, terwijl op het moment dat je eigenlijk um, aan, aan de top zit dan, 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 dan zijn het tiende, zijn het honderdste waar je over praat omdat je, ja, weet je, je, je bent zo aan het refineren um, de, 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 dat is altijd een beetje de, 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 de droom waar je, waar je naar kijkt... als je, uh, als je teruggaat en dus oh ik, wil, ik zou graag iets anders willen doen... dat ik dan weer, dan weer grote stappen kan maken. Ja. ja, ja, ja. Had, jij, had jij ook dat je, toe, toen je naar die studie keek... dat je zoiets had van... kan ik weer eindelijk grote stappen maken in een ander vlak? Ja. Ja, tuurlijk weet je niet of het bij je ligt, die studie... Mm -hmm. of het bij je past. Maar je gaat wel kijken van... Hey, um, ja, ik, ik probeerde altijd een soort van aanknopingspunt te vinden in het zwemmen. Mm -hmm. Dus uh, bewijs van nu jouw YouTube, je bent een zwemmer aan het interviewen. Het is toch een soort ja. van een aanknopingspunt met sport. Ik ook met mijn, uh, met mijn uh, nu food, met uh, Orange Fit, ben ik ook aanknopingspunt aan het vinden met sport. Mm -hmm. Dus daardoor heb ik een klein voorsprongetje voorsprong, in, omdat ik veel weet over sportvoeding. Mm -hmm. Dat ik zelf ook sportvoeding heb genomen. En daardoor heb ik een kleine voorsprong. En als ik daardoor eh, maak ik nu weer grotere stappen, omdat ik nu zag van hey, ik, ik, ik weet dit, maar uh, dan snap ik dat ook weer makkelijker. En ja, toen dacht ik van, ja, dit is tof. Het is dus weer vet, lekker weer grote stappen maken, veel meer dingen zien en leren en uh, allemaal opschrijven. En uh, dat is weer lachen, want je bent nu weer, zwemmen is alleen maar uh, fysiek. Mm -hmm. En nu is het weer echt meer mentaal, heel veel dingen doen en heel veel werk doen. Ja. Waren er ook dingen die je had gemist door het zwemmen? Die je, die je door je studie weer kon doen? Um, ja, tuurlijk vrienden. Mm -hmm. Dat ken je denk ik ook wel. Je zit continu in je eigen wereldje. Mm -hmm. En je ontmoet alleen maar zwemmers. Ja. Dus het is, het is alleen maar zwemmers die je spreekt. Mm -hmm. En nu ontmoet ik van alles allerlei verschillende type mensen. Mm -hmm. En dat maakt vind ik, heel tof. Want ik, mm. ik hou van multiculturele... Um, mensen om weer nieuwe ervaringen te zien, nieuwe manieren van kijken. En dat is tof. Want dan, daardoor zag je gewoon veel meer nieuwe, ja, gewoon nieuwe perspectieven van mensen hoe ze naar dingen kijken. En dat vond ik wel lachen om weer uh, te horen. En toen, toen zag ik ook van: sommige mensen vinden het gewoon heel raar hoe het is om topsport te doen. Die snappen het gewoon niet van hoe het is om elke dag te gaan trainen en waarom je dat doet. En, uh, dat denk ik ook van ja, ja, dat is wel grappig dat zij weer een heel andere perspectief ja. hebben. van wat topsport is en wat, uh, waarom je het zou doen. Mm -hmm. en, en sommige mensen denken weer van: wow, het is wel heel vet als je überhaupt al meedoet aan, aan de Friese kampioenschappen. Mm -hmm. Weet je, die, waren al, uh, super vet, die vond het al super vet om aan de NK te staan. En dat, 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 dat is iets wat dat ik al lang overheen ja. ben. Dat ik denk: van NK dat is ja. gewoon simpel, ja. weet je. Dat is, ja. Dat doen we wel, weet je. En ja, dat zeker. heb jij ook wel. Maar het is, het is dan weer op een andere manier kijken naar iets. En dat is wel weer tof om te zien ja. voor andere mensen hoe ze naar kijken. Ja, het is zeker waar dat, je, dat, 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 dat er is zoveel meer buiten, buiten de wereld waar je, waar je dan nu ervaring mee kan opdoen. Of als je ergens anders mee begint, ervaring mee kan opdoen. Ik moet wel zeggen dat ik weet nog heel goed toen, toen, toen ik met Summ bezig was. En je soms gewoon 20 uur in de week. Dat gewoon, ja, weet je, dat dat deed je gewoon. Mensen waren altijd zo van: Oh mijn god, hoe doe je dat? Zo, je hebt zo'n ja, discipline. Ja, ja. Hebben ze vast wel ook wel tegen jou gezegd: zo van, hoe, hoe, hoe heb je zo'n discipline en zo? Maar het, het was altijd zo van: Ja, weet je, het, het zijn gewoon meteen Ik ga gewoon zwemmen. weet Ja, precies, precies. En waarom dan? Ja, ja, ja. ja. ja maar het zat gewoon in het systeem. Ja. Het, uh, je kon ook niet om, omheen. Je wou ook niet anders, niks nee. anders. Ja, ja en het, was, het zat gewoon in het systeem. Je kon niet omheen. Uh, ja. En daardoor vonden mensen dat soms heel raar. En vonden ja. ze jou ook heel raar, dat je ja, heel veel zwom. Ja. Maar, uh, en, maar toch, toch wist jij beter. En ja. nu, nu zeggen zij allemaal van... Uh, van ja, oh, oh, nu snap ik waarom je zoveel trainde. <laughs> ja, ja, ja. Was, dat, was dat vooral nadat na, na je de Olympische Spelen had geschormen? Dat ze waren, oh, nu? Ja, ja, tuurlijk. <laughs> ja, ja, ja. ja, maar dat is wel hoor. Je hebt altijd natuurlijk mensen die altijd een beetje... Uh, ja, dat waren een beetje de coole jongens van de school. Mm -hmm. En uh, die vonden jou natuurlijk best wel raar dat jij gewoon uh, elke dag, elke ochtend ging trainen. Mm -hmm. En er uh, als chloor, lucht, uh, uh, rook. Yeah. En ja, dat is toch best wel raar. En dat snap ik misschien ook wel nu. Maar uh, daarna waren ze zo van ja. Oh, oh is die jongen nou uh, Paralympisch uh, kampioen geworden? Mm -hmm. Oh, oh. Nou, dat is natuurlijk wel even een vriendschapverzoek. Uh, <laughs> weet, je? Nou, weet je, dat soort dingen gaan ze dan wel allemaal doen, weet je. Dan willen ze toch weer contact opnemen. En dan willen we toch wel even zien uh, wat dat... Mm -hmm. Ik heb ook met hem in de klas gezeten, weet je. Ja, Maar dat, dat hoort ja. toch Ja, dat, dat moet je dan toch wel weer... Ja, ja dat, dat is een beetje zo van... Moet je een beetje, beetje, beetje aan de links laten liggen. Voor, vooral als het mensen zijn die alleen maar naar je, naar je toe komen als het. Oh, oh nu is die partner. Oh ja, ik Ja, moet, ja uh, precies. Ik, nu ja. is hij goed bezig en nu kan het. Ja, ja precies. Ja, ik, ik, ik moet wel zeggen dat de, 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 er werd altijd zo gezegd van... Oh, je, je mist zoveel dingen. Je, 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 hebt geen so, je hebt geen sociaal leven enzovoort. En ik heb het eigenlijk nooit zo ervaren. Ja. Wat want mijn sociaal leven was, zwemmen. Zo van, ja. je had vrienden, want dat waren de mensen waar je mee zwom. En ik heb nooit ergens anders betere vrienden gemaakt dan de mensen waar ik altijd elke dag mee zwom. Ja, 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 dat is zeker waar. Doordat je in die curriculum zat, heb je ook gewoon je beste vrienden ja. gemaakt. En dat, ongetwijfeld zijn dat nog steeds mijn beste vrienden. En dat is zo grappig, want je bent continu samen aan het trainen, samen dingen aan het doen... Hmm. En als je vrienden hebt op school, natuurlijk doe je ook dingen samen, maar dat zijn toch altijd kleinere dingen en het is niet echt samen strijden voor iets. Mm -hmm. En met zwemmen is dat wel, je bent continu samen bezig, samen elkaar, sneller aan het, aan het maken in trainingen, op wedstrijden. En dat maakt gewoon, dat schept een hele goede band en dat zijn dingen die buitenstaanders dan soms van zwemmen niet ja. helemaal begrijpen. En maar het dit, dit, ja, is gewoon heel tof ja. om dat te hebben. En dat, uh, dat, dat, dat sociale aspect zit er zeker in. Alleen, uh, het zijn wel altijd zwemmers. Ja. Ja. Dus je, 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 je praat ook, net als wij, allemaal ja. over zwemtaal. Weet je, ja. Zo van, uh, <laughs> heb jij nog het weekend gezwommen? En wat ja. voor tijden heb je gezongen? En uh, dit dat. Ja. En... Ik, ik, ik moet wel zeggen dat uh, als ik me bedacht hoe, hoe het was om, om in het midden van de zwemwereld te zitten of in de midden van. van ja, top atleet. Ik, oh. ik, 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 ik wil zelf die, die term niet echt gebruiken, want, want, want ik vind persoonlijk het gewoon NK's bereiken is gewoon iets... Ja, waardig. maar jij bent nee, ook ja, gewoon zo, top atleet. Zo, zo, ja. Ja, de, de, het voelt gewoon als, alsof zoveel mensen het hebben gedaan. Ja. Um, want ja, je bent er gekomen, dus met het enige <laughs> goed idee was gewoon gaan zwemmen, weet je. Ja. Um, maar het ding is zo van ja, je, 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 je hebt wel de taal die, de, de, die, die je spreekt, maar, maar dat, 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 dat klinkt ook gewoon als normaal, omdat je hem zelf gebruikt. Maar ik had altijd het idee dat je, dat je nog veel extremer uh, voorhoog zou gaan trainen. Want, ik heb, want we, we, we hebben altijd wel gewoon de, de zwemtraining gehad. En soms wat landtrainingen. Maar je dacht altijd zo van: als je echt, uh, als je echt aan, de, aan de top staat, dan, uh, dan, dan doe je allemaal hele specifieke zwemtrainingen. Helemaal gericht op jou. Dan gaan trainers voor jou uh, Oefeningen bedenken die precies op jouw lichaam passen, maar dat was eigenlijk nooit. Zo. Het was eigenlijk gewoon, gewoon, gewoon uren draaien. Soms wat meer gericht op sprint, soms meer gericht op, 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 lang, op lange afstand. Maar het was eigenlijk vooral gewoon trainen. En dan, ja. ja, trainen, trainen, trainen. En dan uh, en dan af en toe had je een goede coach hmm. en daar kon je het goed mee vinden en dan was je blij. Hmm. Maar af en toe had je ook coaches waar je gewoon minder goed mee kon ja. om kon gaan. En uh, die zoek toch naar de juiste coach. Dat is hmm. gewoon een, een lange tocht. En uh, ja, ik heb ook ik heb verschillende coaches gehad. Eentje die mij uh, te veel uh, liet zwemmen. Eentje die mij uh, zelfs zei de hele tijd dat ik niet zoveel moest zwemmen. En dat ik juist uh, rustiger aan moest doen. Uh, ik heb een coach gehad die, uh, die juist uh, heel respectloos was naar mij toe. Uh, en ik heb een coach gehad die uh, heel erg... Uh, Um, van de pupil, was. dus mm. jij met mijn pupil en jij bent mijn pupil, en uh, de rest uh, krijgt geen aandacht van mij. Mm. Um, ja, dat is eigenlijk. Mm, je hebt nooit bijna nooit de perfecte coach, mm. maar die, maar ja, dat is ook nooit je hebt nooit de perfecte persoon. Maar mm. het, het is wel van uiteindelijk had ik dan de coach Mark Faber en dat was wel voor mm. mij in Rio echt de beste coach die ik op dat moment kon wensen. Mm -hmm. En uh, ook met zijn vooral zijn. Um, uh, ervaringen en zijn uh, specialiteiten uh, heb ik mij daardoor ook heel ver kunnen scoren. En, en waar, waar zat hem precies aan, aan, waar die relatie tussen trainer en zwemmer met Mark Faber echt gewoon een van de beste was? Uh, sociaal vlak, mm -hmm. open naar elkaar zijn, kijken waar, waar zitten de aanrakingspunten en uh, waar kunnen we verbeteren. Heel, heel sterk in analyseren. Dus uh, heel veel coaches, wat jij ook eens uh, een keer zei, dus heel veel coaches zijn eigenlijk zo dat ze, um, dat ze een doel voor zich zeggen van... ...hé, hey, jij mm -hmm. wil deze tijd zwemmen, kom, dan gaan we dat doen, dan gaan we nu gewoon heel hard trainen. Mm -hmm. ja? Hij was gericht daarin. Dus hij zei van, natuurlijk gaan we hard trainen, maar we gaan goed analyseren in jouw slag wat er dan beter kan. Dus mm -hmm. continu weer de camera erbij pakken, kijken naar die slag, wat kan er beter, waar zitten de winst. En dat, bij mij zat de winst vooral in het laatste stuk, dat ik dan net nog iets meer aan moest zetten. En daar zat ik gewoon meer moest trainen en meer de 100 metertjes en 200 metertjes moest mm -hmm. gaan zwemmen. En daardoor ben ik eh, dan veel achter elkaar en daardoor ben ik daar weer sterker in geworden... en heb ik mijn 100 rug weer meer kunnen verbeteren. Mm -hmm. En ja, dat is echt dat continu analyseren van iets... En wat het probleem is, dat, dat maakte Mark Faber heel sterk. En daarnaast was hij een hele sterke sociale man, waardoor hij mij ook mentaal altijd uh, on the point had. Ja. En uh, ook, ik weet nog heel goed dat hij mij toen vertelde van, ja, ik zwem altijd zo. Ik zei tegen hem, ik zwem wat zo stijf, vind ik soms. En dan ben ik zoveel te veel, dat ik heel graag ga racen. En dan zwem ik gewoon veel te agressief. Mm -hmm. En dan zei hij zo van ja, eigenlijk moet je dan ook gewoon goed kijken naar naar andere sporten. Zoals je ziet dus bij, uh, bij Dafte de Schippers, als die loopt te rennen. Dan gaat, uh, dan gaat het lichaam de wangen, die, die gaan heel langzaam bewegen op en neer. En dat ze eigenlijk helemaal ontspannen. Mm -hmm. Maar toch rent ze op een heel hard niveau. En dat is eigenlijk hetzelfde dan met zwemmen. Je moet eigenlijk ook weer hele ontspannen wangen hebben en gewoon eigenlijk ontspannen zwemmen. Maar toch met een krachtige slagen. En dat is een soort van: daar moet je eigenlijk die, die rust in vinden. En toch die ex, ja, Toch ook wel weer gewoon die goede techniek. En dat is echt een verhouding. En die kon Mark Faber mij mooi uitleggen hoe dat precies werkt. Toch, toch vind ik dat wel een van de. Uh, een van de kenmerken van dat je, iets, dat je iets beheerst. Dat je het ontspannen kan doen. Ja, en ja, dat, ja. Je, dat, dat je ook gewoon heel relaxed in staat. Want. Je, je hebt in het begin, als je bijvoorbeeld begint met zwemmen dan, of, of met, met wat voor sport dan ook. Heb je, altijd, <laughs> dan heb je altijd dat je heel erg ge, 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 gefocust bent op, um, op: ik moet harden en je, en je wil iedereen verslaan. Ja. En daar heb je sommige mensen die zich helemaal daar, daarover kunnen opblazen. Ja. Maar je merkt pas echt dat, dat als je daar voorbij gaat, dan, 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 word, je, dan, dan word je gewoon heel ontspannen. Zo. Van, weet je, ik, ik, ik heb eigenlijk voorbij de, de NK's eigenlijk nooit meer gehad dat mensen echt, echt waren zo van, weet je, het is echt helemaal zichzelf de, de, ja, competitief zichzelf gingen opstoken naar je toe. Want het was gewoon van jongens, we gaan gewoon allemaal zwemmen. En we ja. hebben allemaal gewoon getraind. En ieder doet zijn eigen ding. En ja. We wil elkaar wel verslaan, maar daarna is het, gewoon, is het gewoon weer gezellig, weet je. Ja, precies. Even goede vrienden, maar uh, in het water dan, uh, ja. dan zijn we vijanden. <laughs> ja. En dat, maar dat is het leuke. Dus dan zijn we toch de competitie continu weer daar... Uh, naast elkaar staan en alles ervoor over hebben en alles eraan uitgeven om op dat moment de snelste te zijn. Ja. En dat is een kwestie van heel veel mentaal en ook heel veel fysiek. Mm -hmm. Maar dat mentale stuk, dat vergeten ze dus heel veel mensen. En dat ja. is heel belangrijk, zeker op topniveau, op topsport, om dat mm -hmm. ook sterk te ondersteunen. Ja. Uh. Maar ja, ik zie dat we anderhalf u bezig zijn, dus... Het uh... ja. <laughs> <laughs> gaat snel, ja. hè? <laughs> ja. Ik wil zeggen, bedankt. Succes met, uh, met uh, OrangeFit en... Ja. Uh, ja. En studie, ja, dankjewel. Jij dankjewel. Ja. Ja, ook heel veel succes met je YouTube-kanaal. Ik denk dat het hartstikke goed gaat komen met al die volgers hier. Ja. En uh, ja, blijf zo doorgaan, tof. Mm -hmm. Ja, ja, ja. ja. ja